Hallo allemaal, het is maandagavond. Het is natuurlijk tijd voor een Nail Talk Live e-workshop. En vanavond ben ik hier samen met Aletta en natuurlijk Gil achter de knoppen. We hebben een ontzettend leuk kortingsweekend achter de rug. Ik heb er ontzettend van genoten om jullie te zien in de winkel. En er zijn heel veel pakketten vandaag opgehaald door de post. Pakketten die hopelijk morgen bij jullie worden bezorgd. Maar het waren er echt heel veel. Echt heel veel. Ik heb er ook een filmpje van gepost natuurlijk op Facebook. Maar ja, misschien heb je dat niet gezien. Het waren er heel veel. Maar het was in ieder geval een heel erg leuk weekend. Nou, ik zie dat weer langzaam maar zeker mensen ons beginnen te vinden. Etty kijkt al. Luelle, Nilinda, Grayson. Maggie kijkt mee. Anja van S kijkt mee. Die heeft van jou gisteren een workshop gehad van Aletta zelfs. Maar daar gaan we zo direct nog wat meer over praten. Voordat we dat allemaal gaan doen, ik heb natuurlijk ook nog winnaars vanavond. Een huiswerkopdracht. Ik ga nog wat meer vertellen over het event. Dus kortom, wij hebben veel te doen. Wij gaan beginnen. Ja, ik zei dat het waren veel pakketten. Nou, het waren er zoveel dat er zelfs een extra PostNL-busje moest komen. Want het ging niet in het eerste busje. Maar het is allemaal weggegaan. Alles is weg. Maar vergeet niet dat jullie nog tot vanavond 12 uur gewoon natuurlijk online kunnen shoppen. Hè? Dus als vanavond Aletta iets gebruikt waarvan jij denkt, wow, dat is leuk. Nou, dan kun je dat gewoon nog met 20% korting shoppen. Tot 12 uur vanavond, maar ook als je nou nog iets bent vergeten, of je denkt bij jezelf, nou, misschien moet ik dan toch maar dit of dat nog doen. Dat kan dus nog online en dan zorgen wij er morgen voor dat ook dat natuurlijk goed wordt verstuurd. Nou, ik heb al gezegd, het was een ontzettend leuk weekend. Het is ook leuk dat er alweer 38 mensen aan het kijken zijn. Ik zie Henriette. Hallo Henriette. Henriette komt natuurlijk naar het Nail Talk Live event als gasttrainer uit Denemarken. Henriette heeft enorm veel volgers op Insta, maakt hele mooie content met magnetic producten, maakt de mooiste magnetic designs. Dus het is heel leuk als je haar nog een keertje in het echt wil ontmoeten. De one of the few real nailfluencers. Hoewel, mijn gast van vanavond is natuurlijk ook een nailfluencer. En zo is ze ook begonnen met het langzaam maar zeker spelen met stempelen en dan vervolgens nail art. Vroeger waren wij ook op de woensdagavonden open en zij was altijd van de partij op de workshops van Jessica. Kortom, het is tijd om het woord te geven aan Aletta. Ja, ik was een aardig vaste bezoeker. Goedenavond allemaal. We gaan vanavond lekker niet stempelen, niet eens. Dat een keertje niet. Maar we gaan leuk met bloemetjes en metallics bezig. Dus mooie metallic kleurtjes en die gaan we in de ondergrond gebruiken, maar ook als elementjes. Dus ik denk dat we maar gelijk naar het eerste design moeten gaan. En daar heb ik alvast een nageltje voor voorbereid. Ik heb de nagel gelakt met de Presley Blues. Even dubbelchecken of dat een goede naam is. Ja, Presley Blues. Hele mooie blauw, diepblauw metallic kleur. Ja, hele mooie kleur. En ik ga hier op bloemetjes maken met de liner gel. En de liner gel heb ik ietsje gemengd met de Cerise Sweeties. Niet te veel. Normaal... ja, meng ik het altijd een beetje 50-50. Nu heb ik iets minder van de Cerise Sweeties erin zitten. Vind ik prettiger werken voor dit design, maar is ook weer naar je eigen voorkeur te mengen. En ik werk gewoon op de matte, of nee, niet de matte, de plaklaag. Dat is voor dit design prima. Gewoon op de plaklaag? Ja. Ja. Oh, dat is ongebruikelijk. Ja, je kunt ook even zeggen van wat je ook kan doen, even de met een nail wipeje even de plaklaag eraf halen. En dan misschien een beetje opbuffen, maar ik vind dat voor nu niet echt nodig. En het helpt nu juist een beetje om de linertje al een beetje te laten, ja, vloeien niet, maar wat mooier over het nageltje te laten gaan. En ik gebruik mijn detailer 1. Nee, dat ga ik nog niet doen. Ik ga eerst nog een ander stapje doen, die vergeet ik bijna. De ondergrond is dus Presley Blues. En ik ga daar met mijn dotting tool, ja, stipjes op zetten. Oh. En dat is een beetje als richtlijn voor mijn bloemetjes. Want ik ga dus bloemetjes maken. Ik ga madeliefjes maken. En even zien, waar is mijn dotting tool? Daar. Ja, in de comments krijg ik wat kritiek op mijn haar. Of althans wordt gezegd, Pepijn, dat ben je wild. Nou, ik had vandaag ook zin in wild haar. En het is wel gelukt. Ik moet eigenlijk wel weer snel naar de kapper toe. Maar het is iets wilder dan de bedoeling was. Maar het was dan ook heel druk vandaag. En het was natuurlijk heel erg druk van het weekend. Heb jij nou vragen? Schroom niet ze te stellen. Hè? Dan zet ik ze door naar Aletta. Nou, Aletta, jij hebt je dotting tool in je hand. We gaan beginnen. Ja, ik heb dus een beetje
opgepakt. Dit is de champagne yellow. En daar ga ik 3 stipjes bij zetten. 1, 2, een beetje erbij. En 3. En die gaat heel even in de lamp om ze vast te zetten. Dus gewoon even 10 seconden is prima dan. En nu heb ik dus een heel mooi centraal puntje waar ik dus nu mijn blaadjes uit kan schilderen. Dus nu pak ik mijn detailer 1, nu wel. Even 10 seconden in de lamp. En hij is er weer uit. En wat ik ga doen, je ziet dat ik vooral aan het tipje van van het penseel wat product heb zitten. Ik ga even een camera een beetje bijstellen. Ja, en ik begin eigenlijk eerst met een plusje maken. Dus ik ga hier een blaadje zetten, hier een blaadje, daar en daar. En ik zet hem neer en ik trek hem omhoog. Ik draai even mijn nageltje, vind ik wat makkelijker werken. En ik zet hem weer neer en ik haal hem weer omhoog. Hoeft echt niet perfect recht of iets dergelijks. Is juist een beetje leuk als hij wat speelser wordt. En let er ook op dat ze een beetje dezelfde afstand hebben van het stipje. Dus je doet eerst 4 lijntjes? Ja. Eigenlijk is het ook een hele makkelijke manier om zo sneeuwsterren te maken. Ja, ook inderdaad. Misschien is het goed zichtbaar. Beetje een ongemakkelijke hoek voor mij. Maar dat maakt niet uit. Als je het eng vindt of je denkt van nou, ik heb dit staan en ik vind het een beetje spannend om gelijk door te gaan, zet hem even vast. We hebben natuurlijk een mooi lampje voor of even in de twin light. Maar ik ga gelijk door. En nu ga ik hier, hier, hier en hier 2 blaadjes zetten. Ja, er wordt al in de comments gezegd door Serhat. Ik ben op zoek naar simpele nail art designs. Volgens mij zit ik wel goed. Ja, Aletta is natuurlijk van onze snelle salon nail art. En eigenlijk alles wat jij maakt is heel erg goed toepasbaar in de salon. Dat komt natuurlijk ook omdat je een hele drukke salon hebt. Ja, ja, ik vind alle nail art leuk. Maar ik merk toch dat ik in de salon... Ja, vind ik het ook leuk om wel iets aan te kunnen bieden, maar niet gelijk dat ik dan een uur extra moet uitplannen. En dit soort dingetjes, vaak dan lijkt het nog een beetje dat je denkt van, nou, maar dat is te uitgebreid, dat ga ik niet doen. Maar als je dan de stapjes ziet, denk je van, oh, maar dat lukt mij ook wel, dat lukt me ook wel een bepaalde tijd. Miertje Zout vindt het nu al leuk. Elvira komt ook zojuist erbij, ze was al verlaat, maar ze is er. Good evening from Germany, zegt Petra Herbroeker. Lidie Addink is er ook weer bij, gezellig. Het gaat toch ook nog eens een beetje over mijn haar, her en der, maar in ieder geval. Ja, dus die madeliefjes, dat is eigenlijk een heel simpel, lekker lenteachtige nail art. Ja, ja en nou ja, zoals je ziet, ook wel een beetje een training voor je penseeltechnieken. Want het is wel, je kunt natuurlijk, het is belangrijk hoe de druk van je penseel. Mm-hmm. Dus nu ook weer even bij het laatste, ik zet hem neer en ik... Oeh, begint te trillen, zag je hem? Je tilt hem echt een beetje op. Ik tilde hem dan naar het puntje. Dus aan de buitenkant is die dikker en dan loopt hij wat smaller toe. En nou zet ik hem even vast in de lamp. Nou, Serhat zegt dan ook, die had toen net gezegd dat hij op zoek was naar simpele nail art. Die zegt, ik heb laatst een margietje geschilderd, maar de klant vond het net haaientanden. Dat kan als je de puntjes de andere kant op doet. Karin Kramer zegt, goedenavond nail talkers, goedenavond Karin. En Lisette Schoenmaker vraagt, welke kleur blauw heb jij op je duim? Oh, ikke. Ja. Ik was even aan het lezen. Dit is de nieuwe van de nieuwe collectie. En ik ben nog niet zo goed met namen, maar ik heb ze hier ook bij me staan. Dit is Credit Card Blues. Credit Card Blues. Leuke namen, hè? Ja, ik vind het heel, heel erg leuke namen. Fashionista, als je echt helemaal into fashion bent, dan heb je op een gegeven moment Credit Card Blues. It goes hand in hand with each other. Stephanie Auburg zegt, volgens mij moeten hier nog een en ander van mijn oude spullen liggen. Kan ik misschien toch huiswerk maken? Want zij zit nu in Hongarije. Oh. Maggie Michielsen vraagt, als je op de plaklaag werkt, blijft dan de mix van de liner gel en sweeties nog beter liggen? Nou, beter weet ik niet. Maar het ligt er een beetje aan wat je doet, denk ik. Ik ben in de meeste gevallen wel van de nagel even opruwen. Maar dit is eigenlijk ook weer, omdat het al zo'n snel design is... Het kan prima op dus de plaklaag. En ik moet er ook wel bij zeggen, deze lak, helemaal uitgehard, heeft niet een hele, hele heftige plak.
Dus dat is natuurlijk ook weer sommige kleuren. En ik merk het vooral bij de... ik heb het nog niet zo gemerkt bij de Fashionista-collectie. Maar er zijn een paar collecties hiervoor geweest. En daarbij merkte ik dat wanneer je hem uitging harden... en wanneer hij dus uitgehard is... dat hij niet een hele heftige plak meer heeft. Ja. Dus daar kun je wat dat betreft al gelijk dan overheen... als je zou willen. Maar het is ook net weer wat je gewend bent. Ik heb mezelf ook door vele lessen van Jessica... mezelf ook aangeleerd om... eigenlijk alles wel op te ruwen, maar het is niet altijd even nodig. Stel, ik zou hier wel eerst bijvoorbeeld vleekjes op de ondergrond hebben aangebracht. En dat zou ik afgelakt hebben, dat ruw ik wel even op. En dan even eventuele uitsteekseltjes van de vleeks een beetje te egaliseren. En dan, vleeks schitteren natuurlijk hartstikke mooi. Maar dat kan soms een beetje afleiden wanneer je er dus nog overheen gaat schilderen. Dus het ligt er echt een beetje aan, wat doe je, wat wil ik en hoe kan ik dat het beste voor elkaar krijgen. En Serhat vraagt ook, welke kleur heb jij eigenlijk op je middel- en je ringvinger? Misschien moeten we straks even goed kijken naar al je nagels, dan doen we dat zo direct. Ja. En madeliefjes zijn ook heel erg leuk om te sugaren, zegt Karin. Ja. Dat is inderdaad ook een heel leuk idee. Heel leuk, ja. Ja, dan zou je inderdaad kunnen zeggen van, want ik ga deze nagels straks mat aflakken. Nou ja, lak hem dan gelijk de kleur af. Doe het dan de bloemetjes eroverheen en ga dat sugaren. En dan heb je ook een heel leuk design. En een beetje het contrast tussen het matte van de ondergrond en de glitter in de bloemetjes van de sugar. Nou, men vindt het wel heel erg schattig wat je aan het maken bent, zegt Jannie. Irene Vossen is er ook weer bij. Hallo Irene, leuk dat je meekijkt. En Miertje Zout zegt Broke But Happy. Als ook nog een van de kleuren uit de Fashionista-collectie, inderdaad. Broke But Happy, ja. Ook dat hoort bij Fashion Forward zijn. En Kelly, jij vraagt, heb je de liner gel gemixt met Sweeties? Ja, zeker heeft Aletta dit keer ook de liner gel gemengd met Cerisa Sweeties. En dan de witte, de White Coconut. En je kunt dus een beetje met de verhouding daarin spelen. Door het net wat vloeiender of net wat stugger te maken. Dan heb je of meer liner gel of meer Cerisa Sweeties. Ja, dat is net wat je... En wat je prettig vindt werken, maar ook wat je een beetje wil gaan maken. Dus daar kan je dan een beetje mee spelen. Om nog even terug te komen op de vraag van mijn nagels. Dit is dus de Credit Card Blues. Dit is ook een nieuwe kleur. Dat is, ik heb ze hier staan, dus even spieken. Selfie Time. Ja. En hier zitten die kleuren ook. En hier zit de blauw en hier zit een beetje dat lichte lavendelkleurtje. Die heb ik over laten lopen in elkaar. Dus een verticale, een beetje ombre. En daaroverheen heb ik de Dreamy van de blusjes aangebracht. Dus dan krijg je een heel zacht is mooi effect. Het was voor mij een uitprobeerseltje en ik heb ze vanmiddag gedaan. Ik heb ze te vloeken, want het wilde niet helemaal zoals ik wilde. Maar uiteindelijk zijn ze leuk geworden. Serhat heeft een opmerking. Die zegt, in zijn ervaring wordt sugar vaak een beetje snel vies. Als de klant terugkomt, ziet het er heel vies uit. Heb jij daar een tip voor misschien, Aletta? Nou ja, het is natuurlijk wel iets ruws wat op de nagel ligt. Dus het kan zijn dat ze... Ik had toevallig vanochtend had ik een klant. En zij had de vorige keer dus ook één nageltje gesugard, full cover. En ze kwam terug en dat was echt helemaal verkleurd. Dus dan zei ik al van, nou, dat kan door een spijkerbroek komen. Of nou ja, noem het maar, kruiden in je eten. Dat je lekker zit te husselen met je handen. En dat, ja, het is een beetje lastig, want wat ik zeg, het is een ruw oppervlakte. Dus daar kan wat makkelijker wat tussen en achter blijven plakken. Dus dan zou ik... denk ook dat de een er meer last van heeft dan de ander. Ja. Want ik heb ook wel eens gesugerde krullen gemaakt bij mijn collega Kobe. Was ook heel erg leuk. En die bleven wel heel erg schoon. Dus het is heel persoonsafhankelijk. Ja. Ja. Je gebruikt nu de detailer nummer 1, toch? Ja. Ja, oké, gelukkig. Dan heb ik het goed geantwoord. Ja, en het sugaren ook, als je merkt van iemand heeft daar heel vaak problemen mee, ga dan als advies geven van misschien wat vaker handschoentjes aan met bepaalde dingen. Want misschien ligt het daaraan met schoonmaken dat ze bepaald goedje gebruikt, wat het dan een beetje aanslaat of noem het maar. Maar ja, het is en blijft een poreus oppervlakte of poreus een hobbelige oppervlakte. Nog even terugkomend op jouw middel- en jouw ringvinger. Stephanie Alburg vraagt, zou dat ook met de bamboe kunnen, denk je? Ja hoor, dan wordt hij wel wat zachter, denk ik nog. Dan blijf je de kleur iets meer zien. Maar dat kan nog ook gewoon.
Moet je iets meer opbouwen, denk ik, met de bamboe. Maar dat is denk ik ook een heel leuk effect. Zeker. Nou, en Sarah had zegt, nu met de matte topcoat vind ik dat ook snel viezig worden trouwens. Ja, dat kun je heel goed schoonmaken door gewoon met wat alcohol de nagels af te doen. Dan wordt die ook weer mooi mat. Dus gewoon met wat alcohol of wat prep and wipe de nagels af te doen. En dan worden ze ook weer mooi mat. En als je nou klanten hebt die inderdaad veel body lotion gebruiken, dat soort dingen, kun je ook als advies geven, maak ze gewoon af en toe even schoon met wat alcohol. De meeste mensen hebben dat wel in huis. Al is het niet altijd deze alcohol die ik bedoel. Grapje. Maar in ieder geval, zo kun je ze schoon houden. En natuurlijk borstelen kan. En Debbie Dussel komt met een goede tip, even in de bleek. Dat werkt ook heel erg goed. Nou, dat moeten we maar eens een keertje proberen. Hij is intussen aan het uitharden. Ja, ja, hij zit in de lamp. Ik heb alle drie de madeliefjes nu af. En nu ga ik hem dus 1,5 minuut uitharden, want ik ga hem aflakken. En dan wil ik natuurlijk wel dat alle bloemetjes op zijn plek blijven zitten. Wat je ook nog kan doen is, dat vind ik altijd wel leuk, her en der nog wat stipjes neerzetten. Maar dat heb ik geprobeerd toen ik dit design maakte. En dat vond ik bij deze wat minder. Maar je zou dus kunnen zeggen, ik zou hem even uit de lamp pakken stiekem. Mm-hmm. Nou, hier heb je nog een openingetje hier en hier. Van, we zetten een paar, of met wit of met de champagne yellow nog een keertje. Een paar stipjes. Dat je de rest ook nog een beetje opvult. Ja, ik ben gek op stipjes. Ja, ik ook. Magda zegt, I love your days, Isaletta. Beautiful. Oh, thank you. En May die zegt, die komt zojuist met een comment. Ja, als je gehaktballen gaat draaien met Italiaanse kruiden, dan zijn je gezuurde nagels ineens oranje. Ja. Met een nadenkend poppetje. Ja, dat klopt, ja. Neemt het natuurlijk wel op. Ja. Kijk, zo is die ook. Vul je hem net even leuk. Iets meer op. Maar is ook superleuk. Dus ik ga hem nou een keertje zo doen. Dan kun je straks het verschil naast elkaar leuk zien. Want het voorbeeldje die ik zo eerder heb gemaakt, die heeft de stipjes niet. Sylvia zegt, ziet er nu al schattige lentenageltjes uit, Aletta. Maar ik moet zeggen dat ik jouw eigen nagels, waar je die kleuren hebt gedaan op die ringvinger en die middelvinger, echt heel erg leuk vind. Goed idee. Dankjewel. Mooi. En Gemma reageert op mee en ze zegt, nee, dat is geen succes als je gehaktballen gaat draaien met Italiaanse kruiden. Oh, Sylvana schakelt net ook in. En Serhat zegt, ik kom er net achter dat madeliefjes en margrietjes dezelfde bloemen zijn. Oh, oké. Nou. Ja, de groter en kleiner, denk ik dan. Want een madeliefje is klein en margriet is groter, of net andersom. Maar de blaadjes zijn wel vergelijkbaar met elkaar. Als ik zo snel even mijn bloemenkennis toepas. En met kurkuma worden ze prachtig, zegt Irene Vossen. Nog steeds over het gezuurde. Ja, met kurkuma worden ze gewoon echt oranje. En mijn madeliefjes leken laatst meer op gebakken eieren, zegt Lidie Adink. Nu nog maar eens proberen met deze techniek. Ja, het handige is natuurlijk dat je eerst dat middenstipje zet. En daarmee spacheer je hem, als het ware. Je verdeelt hem, waardoor het makkelijk wordt. Als je echt begint met één streepje en je gaat zo proberen dat madeliefje te maken, dan heb je vaak de kans dat ze te veel naast elkaar komen in plaats van om dat hartje heen. Ja, precies. Dus dat is met name heel handig om te doen. En ja. Even kijken. Barbara zegt, zwarte velourskleding verkleurt je nagels ook heel erg. Dus niet met je nagels eroverheen gaan. Ja, sowieso ook gekoten kleding, hè. Dus van dat zwarte gekoten jeans bijvoorbeeld, geeft ook af aan de nagels. Nou, Vanessa is iets te laat, maar je bent natuurlijk van harte welkom. En Sylvia zegt, heb ik even geluk? Mijn man kookt altijd. Ja, dat is echt heel erg fijn. Ja. Ideaal. Dat is inderdaad heel fijn. Nou, we gaan denk ik nog eventjes terug naar jou, hè? Ja, ik schud de mat er even bij. En extra muziekje van mijn armbandjes. Je kunt hem ook natuurlijk glanzend aflakken. Dan krijg je echt meer de metallic erbij. Maar ik vind het juist leuk om, het is een aardig donkere kleur. Bij lente denk je toch vaak aan wat nou ja, zachte kleurtjes zoals ik op mijn nagels heb. Maar juist door het te combineren met de witte bloempjes en de matte topcoat, maak je het de donkerte van de kleur net even wat, ja, past wat meer bij het design. Dit is dan de Presley Blues. En we hebben ook de, oh jee, wil ik heel leuk een voorbeeld geven, maar dan weet ik de namen niet. Chuck Berry. De Chuck Berry inderdaad. Purple en Beetle. De Purple Beetle. Die zijn ook heel leuk voor dit design. Maar ja, eigenlijk elk kleurtje wel. Het is net ook weer wat je wil. Maar juist door dat metallic effect in de kleur, als je dat dan mat afvlakt, dan krijg je ook weer een leuk effect. May zegt dat ze het design beeldschoon vindt. En Luelle zegt, ik zou deze art zo dragen. Ingeborg zegt, wat is het lief. En Simone Berghoff wil ook zo'n man die het eten gaat maken.
Ja, het is echt snoezig. Ja, en zo kun je zien dat ondanks een donkere kleur het toch heel fris en lenteachtig kan zijn. Ja. Dat is natuurlijk wel heel erg, ja. Zou je misschien niet bij stilstaan. Sowieso, die metallics zijn natuurlijk heel mooi glanzend, maar ook heel erg mooi mat. Daar kun je heel leuk mee spelen. Nou, ik zie jou met een kaartje in je hand. Ja, ik denk terwijl die in de lamp zit om uit te harden, heb ik natuurlijk al het voorbeeldnageltje. En dan kun je ook leuk zien, ik heb hem hier dus, nou ja, zoals we hem nu gemaakt hebben. Maar ja, je kunt ook heel leuk eentje in een hoekje of net bij het randje van de nagel. Dan heb je ook al een heel tof. Of zo in combinatie natuurlijk. Ja, heel leuk. Dus dan kun je hele leuke ja, en designs. Dan komt deze nog bij. Kijk. Mooi. Zullen we maar meteen screenshotten? Ja. 3, 2, 1, screenshot! Ja, dat ga ik niet proberen hoor, dat gaat niet goed. Heel mooi. En het hoeft inderdaad niet helemaal full cover op alle nagels te zijn. Nee. Alette, ik ga even het huiswerk bespreken en dan komen we zo bij jou terug voor je volgende design. Nou, want je weet, je kunt ook natuurlijk vanavond gewoon weer meedoen aan de workshop door huiswerk te maken. Moeten we eerst weten, wat is de opdracht? De opdracht deze 2 weken is, maak 3 lentedesigns waar metallic kleuren in zijn verwerkt, als ondergrond of als element. Want straks gaat Aletta het ook als element gebruiken, de metallic kleuren. Dus 3 lentedesigns op een metallic waar metallic in is gebruikt. Nou, je hebt 2 weken de tijd om je huiswerk te maken. Dat is natuurlijk dan tot 4 april. Stuur alleen je huiswerk in via de link die je kunt vinden in het album Metallics en Effecten. Zijn er verbeterpunten, wordt er contact met je opgenomen door Jessica en krijg je nog een herkansing. En vergeet niet ook step-by-step foto's van je werk in te sturen. Maar dat hoeven natuurlijk er niet 100 te zijn. Hè? 2, 3 step-by-step foto's is meer dan genoeg. Nou, als je dat hebt gedaan en het wordt goedgekeurd, ontvang jij natuurlijk je certificaat van deze e-workshop. Maar je kunt ook nog worden gekozen als winnaar van deze challenge deze week. En wat is de challenge deze week? Of tenminste, wat is de prijs deze week? Ik ben nog steeds een beetje aan het bijkomen van het kortingsweekend. Nou, je krijgt een flesje True Color Top Gel. Je krijgt 2 gel polishes en dat is de You Better Pink en de Purple Rain. Je krijgt Metallic Silver Gel. Je krijgt de Detailer nummer 1 penseel. En de verpakking met de booleans, zodat jij alle designs kunt maken, of tenminste verschillende designs kunt maken, gebaseerd op wat je vanavond allemaal ziet. Nou, volgende week heb ik ook weer een nieuwe e-workshop en dat is met Selina. Selina Verbeek uit Weert en zij gaat Hello Spring voor ons maken. Nou, ik noemde het eigenlijk Cuteness Overload. Het is een soort poëziealbumplaatjes met leuke 3D-elementen. Dat doet ze samen met Jessica. Jessica neemt de presentatie op haar volgende week maandag, omdat Cerise en ik alle 2 op zakenreis zijn. Ja, dat moet ook af en toe gebeuren natuurlijk. Nou, in ieder geval, wat kun je dan verwachten in de maand april? Nou, dit zijn de workshops van de maand april. In de maand april hebben we op 4 april Deborah en zij gaat met de Cat Eyes aan de gang. Nou, de mensen, als jullie al een keertje hebben gekeken naar een Cat Eye workshop van Deborah, dan weet je dat zij niet 1, niet 2, niet 3, maar wel 6 magneten gebruikt voor bepaalde effecten. Nou, ik ben benieuwd hoeveel ze er gaat gebruiken op 4 april. De workshop daarna, een week later, is op 11 april en dan doe ik zelf de nagels van mee. En dat ga ik doen met de blush. Met de blushes van Magnetic. Ik ga er ook een nieuw product bij gebruiken. En ik ga laten zien hoe je nagels maakt waarvan je eigenlijk de uitgroei niet kunt zien. Maar dan wel een classic almond shape. We gaan de nagelvrije rand heel erg dun maken. En terwijl ik dat doe, gaan May en ik met elkaar praten over hoe de blushes zijn ontwikkeld. Hoe we überhaupt productontwikkeling doen. En we nemen jullie gewoon lekker mee in die behandeling. En dan doet Cerise de presentatie, want ik kan niet op 2 plekken tegelijkertijd natuurlijk zijn. Maar dat wordt best wel een uitdaging, want ik ben niet meer de snelste van het westelijk halfrond. Maar ik wil natuurlijk wel zorgen dat May hele mooie nagels heeft. Nou, dat is op 11 april. De week daarna is de tweede paasdag en hebben we een keertje geen e-workshop. Dus dan slaan we een e-workshopje over. Maar op 25 april zijn we er dan weer wel. En dan hebben we de première, de allereerste keer dat Demi meedoet aan een e-workshop. En Demi gaat cartoons schilderen. De mensen die al langer kijken kennen Demi van het insturen van huiswerk. Ze wordt nu opgeleid tot trainer. Toevallig was ze afgelopen donderdag ook op kantoor. Nou, gisteren was ze trouwens ook. En Demi gaat cartoons schilderen en dit wordt een Winnie the Pooh design. Echt super leuk en super schattig. Dus nou, dat zijn de workshops in de maand april. Maar er is natuurlijk nog meer in de maand april. Eerst nog even een gentle reminder dat je tot vanavond 12 uur nog online kunt shoppen. 20% korting op het vertrouwde assortiment en 10% korting op Elektra. En waarom zeg ik dat nou? Omdat je nog tot 12 uur de tijd hebt. Dus misschien zie je vanavond iets dat wordt gebruikt waarvan je denkt, oeh, dat vind ik leuk. Misschien zit je nu te denken en denk je bij jezelf, ach, ik ben vergeten te shoppen. Nou, dan kan dat nog. Of je komt tot de conclusie dat je toch nog wat andere dingen bent vergeten. Nou, dan kun je dus gewoon nog shoppen tot 12 uur vannacht.
En ik zei al, in de maand april komt er nog iets heel leuks. Dat is natuurlijk het Neil Talk Live event. De vaste kijkers weten, de 23 en 24 april in het Contact der Continenten hier in Soesterberg komt het tweede Neil Talk Live event in deze hoedanigheid. Wat betekent dat? Er is weer de Magnetic Pop-up Store. Dus we nemen gewoon onze winkel mee, want we lanceren allemaal nieuwe producten. We hebben een groter experience center met meer tafels. Daar vind je Milene en Sylvana met de blusjes. José de Vroet bij de Builders in the Bottle. Dan hebben we natuurlijk Henriette, die nail art maakt, uit Denemarken, onze gast. Aletta is er natuurlijk met haar Easy Nail Art. En er is nog veel meer te vinden in het experience center. Maar heb jij nou zin in een leuke workshop? Dan zijn er dat weekend maar liefst 24... kosteloze, gratis workshops waaraan je kunt deelnemen. En die workshop heeft, bijvoorbeeld Aletta geeft twee workshops, maar Syriza geeft een wat langere workshop, Henriette geeft de glitch workshops. Dus er zijn 24 verschillende workshops verdeeld over drie ruimtes en die starten ook op verschillende momenten. Dus als jij je nou goed voorbereidt, kun jij precies uitzoeken, ik wil die. Waar vind je nou meer informatie? Als je naar de site gaat, www.neiltalklive.nl, www.neiltalklive.nl, vind je het schema van de workshops, vind je de link naar het arrangement, want je kunt ook nu weer een arrangement boeken, zodat je lekker kunt blijven slapen en wij samen op zaterdagavond kunnen dineren. Maar het is natuurlijk ook nog gratis entree, het is gratis parkeren, de hele dag door kun je koffie en thee gebruiken. Er is een lekkere lunch daar ook, daar moet je natuurlijk wel voor betalen. En verder worden het de twee onvergetelijke dagen, 23 en 24 april. Later in deze show heb ik nog een leuk videootje wat Cheyenne heeft gemaakt. En aan het eind van deze show gaan we nog even terugblikken op hoe het de vorige keer was. Nou, ik denk dat ik wel helemaal bijpren. Ik ga naar jullie comments kijken en ik geef het woord terug aan Aletta. Hebben jullie er ook al zo'n zin in? Ik heb er echt mijn zin in. Het was vorige keer zo leuk. En ik heb het super druk gehad bij mijn demotafel. Dus ik hoop dat dat deze keer ook weer zo gaat zijn. Maar dat duurt nog even. Dus we gaan nu lekker verder met de bloemendesigns. Ik heb alvast... ik ben even het dingetje van de metallicje eraf aan het halen. Ik heb de nagel alvast gelakt. En daar heb ik de cherry kleur voor gebruikt. En dit is bijvoorbeeld zo'n kleur wat ik net noemde. Die heeft eigenlijk bijna geen plaklaag meer. Dus hij plakt wel een beetje. Maar niet dat ik denk van, ja, nu heb ik er lekker wat viezigs op zitten plakken. Dat is handig, hè? Maar die plakt veel minder dan bijvoorbeeld, laat ik zeggen, de Black is Black bijvoorbeeld. Dus de nieuwere kleuren hebben soms wat wisselend in plaklaag wanneer ze uitgehard zijn. Maar dat is natuurlijk helemaal geen probleem. Dus die heb ik al uitgehard. Ik pak even mijn volgende kleur erbij. Dat is de Purple Rain. Dus ook weer een mooie metallic kleur. En die ga ik ook lakken over het nageltje, maar niet helemaal. Een eigenschap van die metallic kleur is ook dat ze heel goed dekken, hè? Ja, dat vind ik echt... Ik zit me nou een beetje te erger aan dat puntje. Ik weet niet of jullie hem kunnen zien, maar ik ga hem even... Een glittertje, natuurlijk. En die wil er niet meer van af. Nou ja, waarschijnlijk zien we hem zo niet eens meer. En ik heb nog niet eens glitters gebruikt, hè? Moet je nagaan. Maar de purple... Zo, dat was een tongue twister. Purple Rain ga ik aanbrengen op de nagel, maar niet helemaal... En ook niet net onder de helft van de nagel. Op deze manier. En ga niet te lang focussen op of het lijntje, of het mooi netjes is. Want dan ga ik dat straks toch nog met de metallic gel langs. Dus dit gaat even in de lamp om uit te harden. Nou, het is een mooi strak lijntje, moet ik zeggen. Ja. Dat doe ik niet zo 1, 2, 3 na. Maar goed. Maar jullie wel natuurlijk, hè? Ja, nou, we gaan nog eventjes... ik ben bij met de comments. Ik ben helemaal lekker bij, volgens mij. Nou, dat is mooi. Oh, nu dan kan ik... Want dat bedacht ik me nog, om net even te zeggen... Nog terugkomende op die madeliefjes... En eigenlijk ook de bloemetjes die ik nu ga maken. Het is heel belangrijk dat je ook niet te veel op je penseel hebt qua product. Dus als jij je hele... Ik weet niet of dat zichtbaar is. Even kijken wat ik eronder kan houden. Zwart is makkelijker, denk ik. Als jij je hele penseeltje volgooit met product, op deze manier. Ja, dit is even overdreven, maar dat is makkelijker te zien. Ja, hier ga je geen mooie bloemblaadjes mee maken. Mm-hmm. Hoe ik hem oppak, dan moet ik hem even goed schoonmaken, want dan is dat makkelijker te zien. Even zien. Ik pak echt maar een... Klein beetje. En wel een druppeltje aan de tip, maar nou ja, aanzienlijk minder. En dit druk ik dus
Ik zet hem neer en ik trek hem naar achter. Dus, en ik, het moment dat ik hem neerzet, zet ik druk. En wanneer ik hem naar dat puntje toe haal, verlicht ik de druk op mijn penseel. Dus dan krijg je dat hij naar een puntje toe gaat. Dus dat is heel belangrijk bij dit soort designs. Niet dat je gelijk en dan, dan krijg je dus een rechte lijn. Is ook leuk, maar dat is net voor het design wat je wil maken. En dat gaan we dus nu ook weer toepassen, maar dan net weer even anders. Zij is inmiddels uit de lamp. En daar ga ik nu met de rosé gold. Ga ik langs dat lijntje nog een lijntje maken. Dus als je een beetje een hobbelig lijntje hebt gemaakt, dan kun je dat nu een beetje weg. Weghalen. Of verstoppen onder de metallic gel. En dit is natuurlijk ook een hele mooie combinatie, de metallic gels met de metallic gel-lakjes. Ietsje meer erbij. En dit lijntje kun je zo dik maken of zo dun maken als je zelf wil. Of wat je penseel net op dat moment doet. En dat doe je nu met Pepijn's Choice? Ja. Ik gebruik inderdaad Pepijn's Choice, want dat vind ik zelf makkelijk om, zoals nu, een rechte lijn te maken. Want eigenlijk zet ik hem neer en dan strijk ik hem verder over de nagel heen. Ja, je kunt ook natuurlijk met een langer penseel of met een langer penseelhaar, kun je eigenlijk een rechte lijn maken door hem eigenlijk als het ware gewoon neer te leggen. Ja. Nu werkt Aletta natuurlijk van zijwel tot zijwel, dus dan heb je die bolling van de nagel. Maar stel je voor, je zou in het midden een lijn willen leggen, van boven naar beneden, kun je eigenlijk gewoon je penseel er zo opleggen en je trekt hem naar je toe, je hebt een strakke lijn. Zo werk je dan makkelijker met je penselen en dan wordt je keuze van je penseel ook deel van je penseeltechniek. En dat is natuurlijk dus de sleutel tot het makkelijker worden van dingen. Dus. En die metallic gel, dat is dus een van de producten die je kunt winnen in het pakket van vanavond. Alleen je krijgt dan de zilver metallic gel. Nou, ik denk dat hij zit nu in de lamp. Ja, hij zit eventjes in de lamp. Ik ga even kijken of ik nog... vastzetten. Nou, Maggie vindt het een hele goede uitleg die je geeft, Aletta. Kijk, dat vind ik leuk om te horen. Super. Is natuurlijk altijd, dan zit het in je hoofd en hoe ga je dat dan uit? Zoals je nu merkt, ik heb een beetje moeite met woorden vinden vanavond. Maar dat is dan fijn om te horen dat het toch goed overkomt. Zo. Nou, het is natuurlijk maar een klein lijntje. En stel je doet het design bij een klant op de nagels. En je werkt op, nou ja, de ringvinger bijvoorbeeld. Als de ene hand in de lamp zit, werk op de andere. Wanneer dus, stel de rechterhand zit in de lamp en je bent met links bezig. Als links dan in de lamp gaat, dan kan rechts weer uit om verder te gaan naar de volgende stap. Want uiteindelijk pakt het toch wel weer de volledige uithoudingstijd. En dan hebben we dit. Ser had gevraagd of die metallic gels, of die een plaklaag hebben. Een heel klein beetje, hè? Heel iets, maar heel klein beetje. Echt minimaal. Ik gebruik hem vaak zat... bijvoorbeeld wanneer ik een nagel mat heb afgelakt en ik heb bijvoorbeeld een stempeltje gezet dat ik nog even met de metallic gels bijvoorbeeld een highlightje zet bij een bloemblaadje of zo. Hard ik hem uit, merk je er niks van. Hoef ik hem niet eens af te nemen. Dus, maar ja, mocht je hem full cover gebruiken, dan zou ik hem wel even aflakken of afnemen mocht je er wat op willen schilderen. Maar het is echt minimaal. Wat heb ik nodig? Omdat ik hier nog overheen ga schilderen en het is minimaal, maar dus het kan een beetje hoogteverschil zitten. Lak ik eerst even een dun laagje, niet de building base, maar de base top. Heidi zegt, je doet het superleuk Aletta, woorden komen vanzelf. En Karin Kramer zegt, de designs van Aletta vinden mijn klanten ook toppie. Nou, dat moet ik ook wel zeggen Karin, dat is ook een van de redenen waarom ik het zo leuk vind als Aletta komt. Omdat het heel erg... ja, realistisch is om dat zo te doen in de salon. Het zijn dingen die salonklanten echt leuk vinden en ook graag willen dragen. En zelfs ook nog wel voor willen betalen, omdat het allemaal in die behandeltijd ook past. Dus ik ben dat helemaal met je eens. En ik zou ook, als ik een klant zou zijn van jou, zou ik het net zo leuk vinden. Stephanie Auburg zegt, bij mij loopt het beeld regelmatig vast. Ik denk dat het aan mijn verbinding ligt of hebben er meer mensen last van. Bij mij loopt die dit keer wel goed. Dus misschien toch je verbinding, maar dat zullen we zo direct wel horen in de comments.
Diana zegt, mooi Alette, je hebt een strakke hand. Het is met Pasen ook mooi, deze kleurcombi. Net een schattig, chic paaseitje. Ja, ja, inderdaad. Welk nummer hebben de metallic gels? Dat zal ik even voor je opzoeken, Sylvia. Dan zet ik het even in de comments. Dus ga ik eventjes doen, terwijl Alette verder gaat. Ja, ik was even mijn tip ondersteboven aan het houden. Ik heb dus een laagje Base & Top over de hele nagel aangebracht. En nu even ondersteboven, dan egaliseert hij mooi. En dan gaat hij even in de lamp. Omdat ik nu hier ook weer blaadjes overheen wil gaan, bloemblaadjes wil gaan schilderen, vind ik het voor mezelf makkelijker dat ik een glad ondergrondje heb. Door dat ene fijne lijntje met die metallic gel. Nogmaals, het is waarschijnlijk minimaal. Maar dan kun je toch nog, als je bijvoorbeeld je blaadje maakt, dat er ineens een hobbeltje in zit. En dat kan dan net het vormpje van het blaadje net even, dat het net niet is. Dus door even een Base & Top laagje, ook weer, terwijl je op de ene hand bezig bent, kun je de andere hand even 30 seconden in lamp doen. Kun je lekker doorwerken. En nu is die ook weer zover. Nou, bij deze, omdat dit dus de Base & Top is, vind ik het wel prettig om even de plaklaag te verwijderen. En ook, mocht er dus nog steeds een beetje hoogteverschil zijn, kan ik dat er nu uitbuffen met een white blok. En dan hou je niet gelijk de kleur eraf of vuil je wat open, omdat er de Base & Top onder zit. Irene Vossen zegt, Aletta's en de uitdaging van de andere trainers zijn heel erg duidelijk. De uitvoering daarvan zijn vaak wat meer uitdaging, met een knipoog. Complimenten met een kusje. Ja, dat, ja. Oefening baart kunst. Zo is het nou eenmaal. Vaak doen maakt het heel veel makkelijker. De eerste keer dat ik naar een handpainting workshop ging, dat was in Sint-Petersburg bij Elena Maltseva. En ik dacht echt dat het aan mijn penseel lag. Ik denk dat ik in die week wel 14, 15 verschillende penselen heb gekocht. Omdat ik ervan overtuigd was dat het aan het penseel lag. Tot ik een techniek bedacht om te oefenen, te werken met het penseel. En ja, toen ging het plotseling beter. Maar ja, het hoort erbij. We gaan naar jou toe. Ja, en ik heb gisteren dus lesgegeven in Kaatsheuvel. Was hartstikke gezellig. En toen hebben we het hier ook over gehad. Dat het is echt een kwestie van oefenen, veel oefenen. Maar ook het gewoon doen. En heel vaak als je een fotootje op Pinterest ziet of zo van een prachtige nagel of een prachtige nail, dat je denkt van, hoe is dit uiteindelijk zo geworden? Maar vooral ook met deze lives, maar ook met fysieke lessen. Als je het stap voor stap ziet, dan gaat het ineens, kan het beter klikken in je hoofd dat je denkt van, oh, maar dat gaat dus zo. En als je dat dan ook stap voor stap zo gaat uitproberen, is het soms ineens best wel heel makkelijk. Dus gewoon lekker gaan proberen. Oké, ik ga weer met de Detailer 1 en dezelfde mix van de Liner White en de Sirisa. Wat is dat? White Coconut. En ik ga hetzelfde doen als wat ik net met de Madeliefjes heb gedaan, maar iets kleiner en iets compacter. Dus ik zet weer een beetje kracht op mijn penseel en ik trek hem naar een puntje. En nu heb ik geen stipje neergezet, maar ik hou die lijn, die metallic gel, als richtlijn. Daar komt het hartje van mijn bloemetje. Nelinda vraagt, als je de metallics niet hebt, kun je dan wel meedoen met de huiswerkopdracht met bijvoorbeeld het gebruik van een cat eye? Ja hoor, dat kan. Alles wat een metallic glans heeft, kun je gebruiken. Dus als cat eye, dat is een van de gel polish kleuren. Dus niet per se de metallic gels. Dat hoeft niet per se, je kunt daarmee spelen. Dus de cat eye is zeker ook een goed idee. Ja, hartstikke tof. En als je dan alleen de zilver bijvoorbeeld hebt, gooi daar een mooi glaslakje overheen. Dan krijg je ook een tof effect. Kun je er toch nog een beetje een ander kleurtje aan toevoegen. Niels Barschelle komt ook nog met het idee, je kunt ook nog chroompigment mengen met topcoat. Julia Vorobieva uit Rusland is ook aan het meekijken. Good evening, Julia. En Stephanie Auberg zit echt in the middle of nowhere in Hongarije. Dus die kijkt de show terug, want het is te veel vertraging. Het is wel schattig zo op dat randje. Ja, het is een heel lieflijk en eigenlijk een heel basic bloemetje. Maar daar hou ik wel van. En deze staat nou dus met 5 blaadjes. En dan vind ik hem toch nog leuk om een beetje op te vullen naar deze kant op. Dus hier zet ik er nog 2. En die trek ik ook weer naar het metallic lijntje toe. En wat je hierbij ook kan doen als je hem dus hebt neergezet. En je denkt van nou, ik wil het bloemblaadje iets meer volume geven, kun je dus nog een beetje
voorzichtig met je penseel er nogmaals langs. Nou, Celine Magnetic vindt hem nu al helemaal leuk. En Sarah zegt, tegenwoordig zie ik veel basic bloemetjes op nagels. Dat is echt in de mode. Ja, dit soort minimal nail art, dat zie je inderdaad steeds meer. Een soort, maar dat moet wel heel strak zijn. Dus strakke, maar minimale nail art. Is echt een trend op het moment. Gemma zegt tegen die zette, jij vindt bloemen toch ook zo leuk? Met een lachende smiley met traantjes in de ogen. Dus misschien is dat enigszins sarcastisch bedoeld. En Maggie zegt tegen Celina, sommige klantjes zouden dit al oké vinden. Zeker weten. Je hebt natuurlijk, en je moet ook klanten laten wennen aan nail art. Hè? Dus van klein naar steeds meer, naar meer. Ja, misschien niet meer zoveel als in mijn tijd. Want toen zat het echt helemaal van top tot teen helemaal vol in de art. Ik denk dat dat misschien niet meer echt iets is. Krijgt Magnetic ook nog droogbloemetjes? Nee, Sylvia, die krijgen we niet. Sterker nog, Magnetic was een van de eerste die dat had. Jaren geleden, heb ik het over 15, 17 jaar geleden. Maar we zijn niet van plan die nu aan het assortiment toe te voegen. We hebben al heel veel mooie inledingen. Hè? En ook die inledingen zijn gewoon nu nog met 20% korting. Vanwege het kortingsweekend. Maar ze was sowieso een aanbieding deze maand. We gaan weer even terug naar jou. Hij is ook net klaar, dus ik haal hem weer uit de lamp. En om hem nog even af te maken, ga ik met dezelfde kleur waar ik dus bijna de helft van de nagel mee heb gekleurd. Dus dat is de Purple Rain. Die ga ik ook in het hartje van het bloemetje zetten, een paar stipjes. En dan maak je er echt één geheel van. Komt dan toch net weer wat meer terug. Zo, omdat hij dus ook in de achtergrond zit. En die zet ik even vast. En daarna ga ik hem aflakken met een glanzende top. En ik gebruik de Supreme Finish daarvoor. En als je dat dan hebt gedaan, kan ik natuurlijk gelijk weer even het voorbeeldje laten zien. Mm-hmm. Dan heb je dit. Gewoon heel lieflijk. Schattig. Een klein bloemetje. En je kunt natuurlijk ook, ik heb hem hier dus een beetje halverwege neergezet. Je kunt ook zeggen van, ik maak er juist een strakke French van of nog wat hoger. Dus net wat je leuk vindt. En ik heb hier dan de combinatie gemaakt met en de cherry kleur op één nagel en de volledige purple rain op de andere. Dus toch ja. Is het in zo'n setje meteen helemaal leuk, hè? Vinden jullie nou ook niet? Ja, en ik zie weliswaar in de comments dat Lisette echt geen roze rood op de nagels wil of bloemetjes op de nagels. No way, nee. Maar er zijn wel mensen die daar helemaal natuurlijk voor gaan. Ik heb een hele carrière gemaakt door bloemetjes te schilderen. Eddie zegt, leuk, nu al, leuk. En Natalia Botter vraagt of je de bloemen met de detailer maakt. Ja, volgens mij was het ook gewoon de detailer nummer 1, toch? Detailer 1, ja. Ja. Detailer nummer 1. Mee vindt het leuk. Rood met blauw, zegt Gemma tegen Lisette. Mooi van eenvoud, zegt Natasja van onze vestiging in Weert, waar we natuurlijk ook kortingsweekend hebben gehad. Ja, het is heel, 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 ja, klassiek. Het is heel minimalistisch, maar je kunt wel zien dat je met één type blaadje, dus verschillende type designs kunt maken. Want dit ziet er toch wel wezenlijk anders uit dan die blauwe, het eerste design van vanavond. Ja, en het is dan ook echt een beetje, ik bedoel, 5 blaadjes is redelijk... Nou ja, basic. Simpel vind ik altijd een beetje negatief klinken, maar het is gewoon een heel simpel, mooi bloempje. Maar ja, inderdaad, het zijn precies dezelfde penseeltechnieken. Alleen hier wat groter en wat langer. En dit is wat kleiner. En hier natuurlijk wat meer. Maar dat is het dus ook. Je gebruikt dezelfde technieken om verschillende soort bloempjes te maken. Dus je kunt gelijk met één techniek heel veel kanten op. En ik zou nog even, als die zo uit de lamp komt, voor de foto natuurlijk... Debbie Dussel zegt, en heeft ze wel een punt, ik vind metallic lastig lakken. Je moet zo op je streken letten. Ja, ja daar zit wel wat in. Je moet hem ook wat langer de tijd geven om glad te trekken, voordat je hem in de lamp doet. Dus je lakt die metallic, laat die klant even de hand ondersteboven houden, dan trekt hij langzaam maar zeker glad en dan ga je erin. Maar het is inderdaad iets lastiger. Dat is niet bij alle metallics het geval, trouwens. Er zijn ook metallics die juist heel makkelijk lakken. Dat komt omdat niet alles metallic is wat wij wel zien als metallic. Maar dat is een heel verhaal in zichzelf. Dan hebben we het over pigmenten en hoe ze die verdelen. Maar we moeten natuurlijk nog wel even een screenshot maken. Ja, ze liggen er al klaar voor. Dan gaan we daar meteen. 3, 2, 1, screenshot!
Ja, en inderdaad, ik vind zelf juist het effect van die beetje strepen in die metallic lak vind ik vaak eigenlijk best wel heel tof. Maar als je een hele nagel lakt, is het echt belangrijk dat je recht lakt. Dus niet een beetje dat gaan doen, want dan krijg je dus ook geen mooi egaal gelakt nageltje. Dus dat, ik vind het tof, maar ik kan me voorstellen dat je dat wat lastig vindt, omdat het inderdaad wat meer, als je maar iets een beetje bibbert of iets, dan zie je het gelijk in het lakje terug. Dus dat is inderdaad een ding, kan een dingetje zijn. Nou, jij bent klaar voor het derde design. Wij gaan weer even snel door het huiswerk heen. Ik zal niet te veel uitweiden dit keer. Nou, dit is natuurlijk een e-workshop, dus je kunt meedoen om je certificaat te verdienen. Daarvoor moet je 3 designs maken waar metallic kleuren in zijn verwerkt. En dat verwerk je dan als achtergrond of als element in het design. Je hebt daar 2 weken de tijd voor, tot 4 april. En je stuurt je huiswerk in via het album, wat je kunt vinden in de Nail Talk Live groep, bovenin. En dan moet je bij de metallics en effecten zijn. Je hebt 2 weken de tijd. Als er verbeterpunten zijn, wordt er contact met je opgenomen door Jessica. En vervolgens vergeet ook niet foto's van je step-by-steps step-by-step foto's in te sturen. Niet 100, 2 is genoeg. Als je dat doet, krijg je natuurlijk je e-certificaat, maar je kunt ook kans maken op deze hele mooie prijs. Met 2 kleuren gel polish, en dat zijn 2 kleuren die vandaag worden gebruikt, You Better Pink en Purple Rain, Metallic Silver, de True Color Top Gel, dus dat is die topgel die de kleuren echt laat zijn, Bullions en dat detailer nummer 1 penseel waar Aletta de hele tijd mee aan het werk is. Nou, volgende week is het de beurt aan Selina Verbeek en Selina gaat Hello Spring Designs laten zien. Dit is wel wat lastiger. Niet super moeilijk, maar het is wel wat lastiger. En het is eigenlijk een soort combinatie tussen een poëziealbum, plaatje en een 3D-elementen. Dus dat wordt zeker ontzettend leuk. Jessica doet dan de presentatie, want Cerise en ik zijn samen met Jaap en mee op zakenreis. Nou, in de maand april hebben we dan nog verder nog veel meer workshops voor jullie. Op 4 april Deborah en zij gaat los met Cat Eye. Nou, en zij kan natuurlijk als geen ander weten wat ze daarmee moet doen. Op 11 april doe ik de nagels van mee met de Blush Advanced techniek. Maar wel klassiek en ik ga er wat nieuwe producten bij gebruiken. En terwijl ik dat doe, ga ik met mee in gesprek over hoe wij producten ontwikkelen, hoe de blushes zijn ontstaan en waar we allemaal mee bezig zijn. Dan hebben we een weekje op tweede paasdag geen e-workshop, maar op 25 april de eerste keer dat Demi hier komt. En Demi gaat ons hele mooie cartoon designs laten zien. Nou, kortingsweekend is dus nog tot vanavond 12 uur. Kun je met 20% korting shoppen, 10% op Elektra. Misschien ben je wat vergeten. Nou, dan kun je dus nu nog 3 uur en 10 minuten je slag slaan. Niet alleen bij ons, maar ook bij onze distributeurs. En natuurlijk weten jullie het Nail Talk Live event op 23 en 24 april. Zorg ervoor dat je erbij bent. Schrijf je in. Ga naar de website www.nailtalklive.nl. Daar vind je alle informatie over alle workshops. Alles kun je daar vinden. Voordat we terug gaan naar Aletta, gaan we nu nog even kijken naar een leuk videootje, een promovideootje dat Cheyenne gemaakt heeft over het event. Het was superleuk, maar het wordt zeker net zo leuk, zo niet leuker. 24 workshops, helemaal de boom. Nelinda, jij vraagt, is het huiswerk dan 3 keer een design op een aantal tips of zijn 3 tips met de designs voldoende? 3 tips met de designs is voldoende deze keer. Waar gaat de zakenreis naartoe? Dat vertellen Cerise en ik jullie nog een keertje in een show. Als we behind the scenes gaan, gaan jullie dat ook zien. En Maggie zegt, ik heb al genoeg geshopt, zegt mijn ventje. Ja, en Lisette zegt, mijn portemonnee zei hetzelfde. Ja, nou ja, het is just a reminder. We gaan terug naar jou. Ja, het zijn allemaal leuke dingetjes, dus ik wil alles hebben, maar ik ken het. Portemonnee wil soms niet altijd meewerken. Ik ga een ombre maken met metallic lakjes. En daarvoor gebruik ik de You Better Pink, dus die zit ook in de prijs. Hele mooie kleur.
en de Kick-Ass Coral. En daar ga ik mee beginnen met de You Better Pink aan de bovenkant. En het mooie is van de metallic lakjes dat ze dus ook mooi dekken, maar dus ook heel mooi blenden in elkaar. Dus ik pak eerst een beetje van de You Better Pink. En die lak ik tot ongeveer weer de helft van de nagel. En ik switch naar een andere kleur, de Kick-Ass Coral. Zo. En die tik ik echt tegen de andere kleur aan. En zorg dat overal ook voldoende product zit. Ik heb altijd een beetje een haat-liefdeverhouding met ombres maken op deze manier. Als het echt een crème kleurtje is, dan pak ik het liefst mijn airbrush erbij, want dan is het en hij zit erop. Maar dit vind ik toch net wat makkelijker en het is ook wat. Hij hoeft niet perfect te zijn om een mooie ombre te zijn. Dus kijk maar. Ik ga eerst even met mijn Jessica's Choice penseel lijntjes maken. Gewoon even. Oh, dit zou ik wel kunnen. Op die manier. Dat zou me moeten lukken. Wat ga je dan nu doen? Draai hem even om. Mm-hmm. En ik doe het nog een keer. En zo blend je ze dus eigenlijk al heel mooi door elkaar heen. Maar ja, van dichtbij zie je toch echt nog wel de lijntjes. Dus daarvoor pak ik nog even mijn ombre brush. En ik ga dan van bovenaan helemaal naar beneden tikken. En ik begin ook bovenaan. Daar zit dan niet een ombre wat ik wil mengen. Of twee kleuren wat ik wil mengen. Maar om nog even terug te komen op wat we dus net zeiden over die lijntjes wat er in metallic gel zit. Als ik alleen dit zou blenden, dan krijg je hier een strakke lijn. Hier een beetje smoeselig en hier weer strakke lijnen. Dat is natuurlijk niet heel mooi. Dus ik pak echt het hele nageltje. En straks zie je ook helemaal niks meer daarvan. Dus vertrouw op het proces. Maar ik ga wel even de hele nagel langs. Iris Modebroek vraagt of je ze zegt, je moet de metallic lakjes wel iets langer in de lamp houden, toch? Je moet die zeker wel een halve minuut tot een minuut laten uitharden, hoor. Daar heb je wel gelijk in. Metallic dekt natuurlijk af en je moet ook zorgen dat je dat niet te dik aanbrengt. Maar goed, dat is natuurlijk bekend. Even kijken, ik zag nog iets. Maar dat kan ik even niet meer vinden. Oké. Nou, ik heb inmiddels de tip even omgedraaid en dan ga ik weer van de ene kant, of eigenlijk de onderkant, naar de bovenkant. Maar dan vind ik makkelijker werken wanneer die omgedraaid is. Gemma zegt, ik heb een allergie voor ombre. De verticale gaat mij veel beter af. Nou, ik deelde die allergie wel, hoor. Maar ik snap intussen beter waar ik het in ieder geval fout deed. Ik dacht op een gegeven moment, ik ga leuk een ombre doen. Ik moest een keertje een fotoshoot ergens voor doen. En ik dacht bij mezelf, leuk, ik ga een ombre doen, want ze had een wat brede nagel. Dus ik dacht, dan doe ik leuk de zijkanten donkerder en het midden lichter. En dan blend ik dat zo leuk. En dan ziet die nagel er smaller uit. Nou, daar heb ik me echt op verkeken. Het was de allereerste keer. Ik dacht, dat kan ik wel, want met verf kan ik dat. Nou, met gel polish moest ik dat echt even leren. Maar ja, toen heb ik natuurlijk bij Linda gezien hoe je dat moet doen. En bij Aletta en zo. En dan wordt het gaandeweg steeds makkelijker. Het blijft wel heel erg mooi. Nou is eigenlijk een ombre een fading. En een fading deden we ook in mijn tijd al met acryl. En eigenlijk een baby blue is natuurlijk ook een ombre en dus een fading. Ja, zo lijken alle technieken uiteindelijk in het end op elkaar. Ja, het heeft meerdere namen. Hetzelfde, eigenlijk inderdaad, het is dezelfde techniek. Of nou ja, er zijn meerdere technieken om hetzelfde te maken. En dan heeft het ook allemaal een andere naam. Zo, hij is uit de lamp. Dit doe ik in twee laagjes. Mm-hmm. Dus nu, dit is de basislaag, ja, en op zo'n tip oogt hij al aardig dekkend. Ja, doordat je dus met dat ombrepenseel er een beetje doorheen zit te tikken, kan het soms zijn dat hij her en der niet helemaal mooi is qua kleur. Dus dit doen we gewoon nog even een keertje. Ik heb een vraag. Kelly vraagt welke kleur de onderste is, dus de oranje tint. Dat is de Kick-Ass Coral. Kick-Ass Coral, Kelly. En Magnifique vraagt, hoe maak je het onderpenseel, hoe hou je dat nou mooi? Hoe maak je hem schoon en zorg je dat de haartjes niet aan elkaar blijven plakken? Hoe heb jij dat gedaan? Hoe doe jij dat? Ik heb eigenlijk altijd een droge nail wipe naast me liggen met
alles wat ik doe met nieuwarten. En nu, als ik dan merk van, oh, er zit wat... Bijvoorbeeld nu ga ik van boven, werk ik naar onder. En dan draai ik dus mijn tip op en ga ik weer de andere kant op. Maar voordat ik dus na het omdraaien weer doorga, haal ik even mijn... Ik zal het even laten zien. Nu zit er natuurlijk niks op. Maar dan veeg ik hem puur even langs een wipeje. Ik zou het zo ook wel laten zien tijdens het... wanneer er daadwerkelijk product op zit, dat is misschien wat makkelijker. En ik haal hem ook nog wel eens even door de bezemtop en dan veeg ik hem ook weer even het overtollige af aan een nieuw wipeje. En dan blijft ze prima in vorm. Dus nu ga ik weer hetzelfde doen. Iris vraagt of je altijd twee laagjes aanbrengt. Ja, als ik op deze manier een ombre maak wel. Als je het met de airbrush doet, ja, dan heb je gewoon één kleurtje van een gelakje over de hele nagel. En daar spray je een ander kleurtje overheen met de airbrush paints of air nails paints. Ik vind het mooiste om het altijd in twee laagjes te doen. En Mieke van Hoeje zegt, ik vind ombre maken echt een eitje. Nou, dat is mooi. Dat is dan top. Ja, ik heb er echt een beetje... Oh, ik zou nou even laten zien hoe ik dus... Ik heb nu van boven naar beneden geblend. En nou zit er dus wat kleur op mijn penseel. En je ziet dat het hier wat meer zit. Maar ik wil hem nu dus andersom gaan gebruiken. Dus ik leg hem erop. En hij is weer schoon. Maar de haren zitten ook gewoon allemaal mooi bij elkaar. Dus nou kan ik mijn penseel of mijn tipje omdraaien. En het weer herhalen. En Suzanne vindt jouw eigen nagels echt fantastisch. Serhat zegt, als hij airbrusht, dan heeft hij het gevoel dat hij de hele hand onderspreekt. Nou, dat valt best wel mee, hoor. Dat met het airnail systeem in ieder geval is dat heel beperkt, toch? Ja, een beetje met een ombre heb ik vaak de voorkant van de vinger een beetje. En dan de zijkant van de nageltjes, of de huid rondom, zeg maar. Maar dat veeg je er ook zo af. Het is niet dat het dan dat je klant naar huis stuurt van... Hey, was leuk, gezellig, tot over 3 weken. En dat ze nog allemaal airnails paint op de vingers hebben zitten. Dat veeg je er heel makkelijk af. Zo. Jan, die vindt jouw eigen nagels ook heel erg mooi. En Maggie heeft wel eens gehoord dat door alcohol deppen... dat het penseel ook mooi proper wordt, ombre. Ja, en we hebben natuurlijk ook de Gel Brush Cleanser. En die is speciaal gemaakt om gelpenselen schoon te maken. Die is namelijk wat milder, wat zachter voor het penseelhaar... waardoor het niet zo uitdroogt. Maar ik zal vragen aan Syriza om daar een keertje dat te gebruiken in een demo. In ieder geval, je penselen goed behandelen... zorgt ervoor dat je penselen een lang leven hebben. Ja, want nu ook. Ik heb hem nu dus niet meer nodig. Ik ben er klaar mee. Ik ben er klaar mee, ik ga naar huis. Nee, dus ik haal hem nu even mijn penseel lichtjes door de bezemtop. En ik haal weer het overtollige eraf. En zo zorg ik dus ook weer, wat ik net zei, dat de haren mooi bij elkaar zitten. En zo zet ik hem weg. Dus ook niet dat ik hem door de prep en wipe ga halen, want dat droogt natuurlijk ook allemaal een beetje uit. Maar dan hebben we dus, ik heb al even een tipje voorbereid, dus ik kan gelijk door de ombre, fading, overloop. Mooie kleurtjes op mijn nageltje. En daar ga ik vleekjes in deppen. Oh, love chameleon flakes. Je zit er altijd goed mee. Ik hoop dat het... ik gebruik de silicone tool. Of de pigment controller en shaper. Ik vergeet altijd hoe die heet. Deze. Ja. Maar die is aardig... die kan aardig statisch zijn. En vaak de eerste keer als je dan wat flakes oppakt, gaat het goed. En dan de tweede keer heb je ineens een hele berg aan... flakes aan je penseel, of ja, is dit een penseel, aan je tool zitten. Maar nu valt het mee, dus dat is fijn. En die dep ik over de hele nagel. Dus het is ook, als je denkt van nou, ik vind mijn overloopje niet zo heel mooi geworden. Glitter verdoezelt alles. En die ga ik even 10 seconden in de lamp zetten om vast te zetten. En dan heb ik even nog een vraag van Neil Linda. Moet je bij een nieuw ombre penseel ook eerst de was eruit halen? Ja, er zit niet veel was in, maar er zit wel wat Arabisch gom in. Om natuurlijk te zorgen dat het penseel mooi zit. Dus dat zou ik wel aanraden, maar het is maar heel weinig wat erin zit. Gemma vraagt, mag je voor het huiswerk ook airbrush gebruiken voor de ombre? Ja, op zich wel, maar dan heb je natuurlijk geen metallic ombre. Dus je hebt dan wel een overloop van kleur, maar dan zou ik bijvoorbeeld zeggen van
nou ja, zoals nu de You Better Pink, dat je die als ondergrond gebruikt en daar dan een zachte fading overheen maakt. Dat kan. Maar ja, het is natuurlijk ook heel leuk om twee metallic kleurtjes te gebruiken. En dat zit ook wat meer in de workshop nu. Dus ga het gewoon proberen. En Jan die vraagt nog even, doe je de flakes nu in de plaklaag van de ombre? Ja, hè? Ja, ja. Deze plakken prima, dus dat werkt prima. Als je merkt van, nou, ze plakken niet zo, gewoon even een laagje bezend op. Dat heeft 30 seconden in de lamp en dat plakt prima. Dus daar kan het ook nog in. Maar dit is inderdaad gewoon de plak van de twee kleurtjes. En die ga ik... Zeg, je hebt de Air Nail Paint natuurlijk ook in metallics. Ja, 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 die zou ik ga het proberen, zou ik zeggen. Misschien krijg je daar hele toffe effecten mee. Zo. Ik ga hem eventjes aflakken met een base en top. Dat heeft twee doelen. En ik sluit dus de vleekjes mooi in. En hier ga ik straks weer overheen schilderen. Dus daarvoor ga ik hem een beetje buffen. En als ik de vleekjes of dit niet zou aflakken en ik zou hem gaan buffen, dan buff ik natuurlijk alles eraf. En dat is zonde. Ja, toch is dit zo ook al heel erg leuk, hè? Dit zou ook heel tof zijn als design. Ja. Gewoon, en die twee kleuren ernaast bijvoorbeeld. En je hebt een super tof... Ja, super vrolijk. Super vrolijk, super tof design. Zo, hij zit even 30 seconden in de lamp. En daarna ga ik hem dus buffen met een white blok. Nou, Serhat zegt dat hij de ombre van Linda heeft geleerd. En Debbie Dussel zegt, kijk voor het leren van ombre, de Linda's ombre 2.0 op YouTube. Die is geweldig. Ja, er zijn veel mensen die natuurlijk die show hebben gezien op die e-workshop. Waar je natuurlijk hele leuke, snelle, mooie ombres kunt krijgen. Maar ja, ik doe te weinig nagels om het goed te kunnen. Dat is met name het probleem. Want ja... Kom eigenlijk nooit toe. Lisette zegt, cocktailstempel erop en niks meer aan doen. Ja, nou, het is al heel erg leuk in zomers, moet ik zeggen. Ik ben helemaal met je eens. En Jessica zegt over die metallic airnails verfjes, maar ze zijn wel transparant. Dus als je dat doet, zorg bijvoorbeeld zwart eronder. In het geval van, als je dat wil gebruiken, om dat contrast te krijgen. Nee. Dus je bent nu weer zachtjes aan het buffen. Ja, ik haal even, ik heb de plak verwijderd. En heel lichtjes even eroverheen, omdat ik weer bloemetjes wil gaan maken. Zo, even de stofjes eraf. En nu kun je dus ook al heel mooi de vlekjes een beetje wat meer zien, omdat het mat is. Dan ga ik weer met mijn detailer 1 aan de slag. En weer het mixje van de liner gel. Zo, pak een beetje op. Even mijn speak dingetje erbij. En ik ga, het beste hoe ik het kan omschrijven is een soort van nietjes zetten. Nietjes, vormpjes. Dus een beetje hoekig. Op deze manier. Heel klein. C'tje, kan ook. En ook weer 5 blaadjes. En ook weer als je dit makkelijker vindt om een puntje eerst neer te zetten van waar gaan die blaadjes heen. Doe dat. Maak het jezelf lekker makkelijk. Zo. Dan krijg je dus dit. Mm-hmm. Leg ik mijn detailer 1 weg en pak ik mijn detailer 3. Even zorgen dat er verder geen product in zit. Nee, dat heb ik goed schoongemaakt. Ja. En daarmee, met de detailer 3, ga ik blenden. Ja, en doe je dat? Zit er dan iets aan je detailer 3? Ik heb hem nu even snel door de bezem top gehaald en daarna weer langs een nail wipeje. Puur om eigenlijk meer de punt goed puntig te maken. En ik zet hem neer en ik tap dat naar mijn puntje toe. Of nou ja, naar mijn wat in mijn hoofd mijn middenpunt van de bloem wordt. Ik haal weer even mijn penseel langs een wipeje om het overtollige wit eraf te halen. Nu
Neil Linda zegt, ik heb afgelopen zaterdag mijn huiswerk ingezonden voor de 3D acrylbloemen. Nu zijn jullie heel druk geweest, maar kan het kloppen dat ik nog geen terugkoppeling heb gehad? Dat weet ik niet, Neil Linda. Dat moet ik even navragen aan Jessica. Die is daar vandaag wel mee bezig geweest. Ik kom natuurlijk zo direct nog wel met de winnaars van de 3D-challenge van Syriza. Maar de andere vraag zal ik even moeten stellen aan Jessica. Spannend, spannend. Wie heeft er gewonnen? Nou ja, dit herhaal ik dus bij elk bloemblaadje. Ja, dit is natuurlijk super simpel, hè? Ja. Het is alleen lastiger dan dat je denkt als je die nietjes neerzet. Want die moet je natuurlijk wel op de juiste plek zetten. Ja, dat is echt even doorkrijgen van waar zet ik hem neer en... Hoe pakt het dan uit? En ik hou mijn penseel redelijk... ik zet hem niet heel hoog, maar redelijk vlak. Jan die vraagt, waar maak je het bloemetje mee? Is dat ook die mix gewoon van Liner Gel White met Syriza Sweeties Coconut? Ja. Dus gewoon een mix van Syriza Sweeties en Liner Gel. En er wordt ook gevraagd, is het de bedoeling dat je voor het huiswerk dezelfde soort bloembladeren maakt? Of ben je daar vrij in? Nee, daar ben je helemaal vrij in. Je mag allerlei verschillende type bloembladeren maken. Maar dit is wel een hele mooie hoor. Dat semi-transparante en dan die hardere witte randen aan het eind. Of aan het begin van het blaadje. En je creëert eigenlijk met wit. Door dat te blenden creëer je de highlight en de lowlight in één. Dus als je tevreden bent, mag die eventjes in de lamp. En dat is gewoon nu even 10 seconden. Oh, en dan ik wil er nog een paar bij zetten. Maar ja, ook weer, hou het bij één bloemblaadje of bloemetje. Of zet er meerdere, of zet die hele nagel vol. Het is net en waar je tijd voor hebt en wat je aandurft met een klant. Hoeveel tijd je hebt en hoe prettig je erbij voelt om dit design te maken. Maar je hoeft echt niet die hele nagel gelijk om vol te zetten. Nou, hij heeft nu even 10 seconden gehad in de lamp. En nou ga ik nog een keer een bloemetje maken. En ik hou altijd een beetje als... richtlijn. Als ik hier dus een bloemetje met 5 bloemblaadjes heb gezet. Hier zit het middenpunt van 2 blaadjes. Mm-hmm. En daar zet ik dus voor mijn andere bloemetje, daar soort van tussen, mijn eerste blad. Dat vind ik uiteindelijk een mooi geheel maken. Ja. Als je ze dan gelijk allemaal... precies hetzelfde maakt, dan krijg je een wat statischer effect. Nu krijg je gelijk een wat speelser effect. En het is hierbij ook belangrijk dat je niet te weinig product neerzet, maar ook niet gelijk een hele druppel, want dan krijg je gewoon een wit blaadje uiteindelijk. Je moet wel genoeg hebben dat het een beetje uit kan lopen, of uit kan blenden, maar niet zo... zoveel dat je dus misschien het beste gewoon een wit blaadje had kunnen schilderen. Zo. Ik leg de detail 1 weer weg. Ja, en ik ben het wel met Maggie eens. Ze zegt strasjes. Het zou natuurlijk super schattig zijn om hier in het hartje wat een strassteentje te leggen. Maar je kunt er natuurlijk alle kanten mee op. Maar ja, ik hou wel van glimmers. Ja, ik vind ook... Het idee is inderdaad heel tof, maar ik ben altijd een beetje... Ik zou dan sneller bijvoorbeeld hier wat steentjes doen. En niet zozeer in het hartje, want dat vind ik een beetje eng. Waarschijnlijk, als ik dat doe bij een klant, dan krijg ik een berichtje de volgende dag of 2 dagen later van het steentje eraf. Omdat hij dan zo zielig alleen daar in dat hartje zit. En dat vind ik dan ook weer jammer. En voor de klant, maar ook voor mijn werk wat er dan toch in zit. Dus dan zou ik zeggen, bij de nagelriem een mooi juweeltje maken met steentjes. Eigenlijk herhaal je gewoon dezelfde stappen, hè? Ja, en ik focus me dus echt wanneer ik dus de blend maak, dat ik dus naar dit punt werk. En Nicole vraagt of je nu de detailer nummer 3 gebruikt. Ja, dit is de 3. Dus het is net makkelijker om te blenden. Ja, en je bent ook gewoon sneller klaar. Ik bedoel, met de 1 en de 2 wil het ook wel. Maar dan ben je echt wel wat langer bezig. Dus de lijntjes worden gezet met de detailer nummer 1... En het blend, dus dat zijn die nietjes. En het blenden wordt gedaan met de detailer nummer 3, een wat groter penseel. Omdat het het makkelijker maakt om de blending te doen. Natuurlijk kun je dat ook met de nummer 1 doen. En je zou ook het zetten van de blaadjes met de nummer 3 kunnen doen. Alleen, dan maak je het jezelf net wat lastiger. Maar dat kan wel.
Er zijn mensen die kunnen alles met een diëtele nummer 3. Zelfs een hele nagelkeppen. Toen ik dat de eerste keer zag, dacht ik, wat krijgen we nou? Toen Cerisa dat deed. Gerrie vraagt, moet het bloemetje in één kleur of mogen het meerdere kleuren zijn? Ja, is ook leuk in meerdere kleuren natuurlijk. Het is ook tof om de neonpigmenten door de lining gel te mixen. Dan krijg je juist, je zou zeggen neon, dat knalt. Maar je krijgt hele mooie pastelkleurtjes daarmee. Dat is ook heel tof over een, om op deze manier toe te passen. Dus dat kan, hartstikke leuk. Ben benieuwd wat je gaat maken. Nou, nog eentje dan. En die zet ik dus weer hier neer. Dus dan zit het weer in aansluiting met die andere twee. Even zien. Ga je ook weer 5 plaatjes maken? Ja. Nou, dan denk ik dat ik dit moment even neem om de winnaars bekend te maken van Cerisa's challenge. Laten we eerst nog even nadenken, wat was die challenge ook alweer? Creëer een set van 3 nagels waarbij op iedere nagel een 3D-element aanwezig is. Best een pittige opdracht en ik heb zo afgelopen weekend zitten kijken, heb ik dingen zien langzaam, echt hele mooie kunstwerken gezien. Nou, en wie zijn de winnaars geworden? Laten we gaan kijken. De eerste winnares is Karin Kramer Groothuis met deze prachtige hele frisse lente-interpretatie van hele mooie bloemen. Echt heel erg mooi. Mooie ring gemaakt met de acrylbloemen. Echt super gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. De andere winnares is Desiree Koopmans met deze werkelijk prachtige roosjes. Een beetje vintage-achtig. Echt super vet mooi gedaan. Ik zie ook het Ikewana-penseel in de achtergrond. Super mooi, prachtig. En de laatste winnares deze inzendingen is Mireia Wiegink Knit. Kruid, sorry, ik zag niet goed. Die geschreven letters zo vind ik altijd lastig te lezen. Ook heel erg mooi, een wat heftiger contrast tussen de roze basis en de blauwe bloemen. Die blauwe bloemen zijn wel echt heel erg mooi. Ik denk dat zelfs Lisette deze blauwe bloemen heel erg mooi vindt, toch? Super mooi. Van harte gefeliciteerd met jullie prijs. En wat is die prijs dan? Dat is, zoals je hier kunt zien, een flesje Blue Liquid, bouillons, verschillende inlayproducten, crystals, een beetje een paar opalen en dan ook nog de special inlays. Nou, deze prijs wordt dus deze week nog naar jullie toegestuurd. Heel veel plezier ermee en ik hoop dat jullie hele mooie dingen mee gaan maken. Want uiteindelijk, ja, daar doen we het natuurlijk voor en laat die mooie dingen dan ook weer zien. Van harte gefeliciteerd. Ik zit even te kijken of er mensen zijn die toevallig ook live aan het meekijken waren. Maar op het moment niet. Maar in ieder geval, iedereen feliciteert die. En Lisette zegt, ja, Pepijn, die blauwe zijn echt prachtig. Nou, dat vind ik ook, Lisette. Zo leer je elkaar een beetje kennen. Dus we gaan weer terug naar jou. Maar nogmaals, één keertje, van harte gefeliciteerd. Wat een prachtige nageltjes allemaal, zeg. Van harte gefeliciteerd. Dik verdiend. Nou ja, ik heb inmiddels het laatste bloempje, dus die gaat even in de lamp. En ook bij dit design, ik ga weer stipjes zetten. En deze zijn echt wel wat kleiner dan wat ik net heb gedaan. Of in ieder geval, ga ik doen. Ik weet niet hoe het hier lukt in de studio, maar we gaan het proberen. Zij zit even een paar tellen in de lamp om de bloemetjes vast te zetten. En je kunt natuurlijk de dotting tool gebruiken voor je stipjes. Alleen dan vind ik snel toch al snel wat te groot worden. Dus ik gebruik mijn Dietelle 1 daar ook weer voor. Deze vraag van Eline Rousseau. Die heeft ze nu voor de tweede keer gevraagd, maar komt u net niet vinden. En dan kon ik je naam niet noemen. Maar komt Wendy Kuens nog terug? Nou, op dit moment, zeker voor het komend seizoen, zijn er geen plannen voor. Wendy is bezig met andere ontwikkelingen, is zichzelf aan het verbreden, is wat meer dingen aan het doen, heeft een andere hobby ook erbij gevonden, of een soort, ja, iets wat ze heel leuk vindt om op te zetten. We hebben natuurlijk nog wel contact en op het moment dat ze zou kunnen en dat ook weer helemaal wil, is ze natuurlijk van harte welkom. Maar ze is eerst bezig met een ander pad. Dus de wegen zijn zeker niet gescheiden, maar in het komend seizoen is Wendy niet deel van Nail Talk Live. Maar er volgen nog veel meer seizoenen, dus wie weet, de deuren zijn altijd open. Nou, ik heb inmiddels al een paar stippies gezet en echt minimaal. Met de minste druk. Ja, dit is wel heel schattig hoor. Ja, dat maakte toch het waren net 3 losse bloemetjes. Ja. En nu maak je die wat meer, maak je er meer een geheel van. Ja, verbind je het. Ja. Ja, als ik de woorden niet kan vinden, dan weet jij ze wel. Verbinden, dat zocht ik. En die hele kleine stipjes, dat is gewoon een kwestie van
net het oppervlak aanraken. Ja. Ja, en dit is ook als ik mijn dag niet heb, dan worden de stipjes wat groter. Maar dat is dan ook allemaal prima. Nou, Eline vraagt, als je nou geen metallic kleuren hebt, kun je dan niet meedoen? Nou, dan kun je natuurlijk zelf een metallic maken door bijvoorbeeld te mengen met chroom. Chroom met een topgel werd een van de opties die eerder werd genoemd. Ik weet eigenlijk wel zeker dat je wel een cat eye kun je gebruiken, is natuurlijk ook metallic. Dus ik denk dat eigenlijk iedereen wel iets van metallic heeft om te kunnen gebruiken. Die bloemetjes zijn zo schattig, zegt Roeline. Nou, dat deel ik met je, dat is inderdaad zo. Erg leuk en snel bloemetjes, zo leuk, zegt Iris. En super cute, zegt Lidi. Leuk, 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 leuk. Allemaal leuk. Nou, en deze nagel ga ik mat aflakken. Kan ook glanzend. Ik ben fan van mat, dus we doen hem lekker mat. En dan vind ik zelf ook dus het mooie van... ik vind flakes tof, maar ik vind ze eigenlijk nog toffer wanneer ze mat gelakt zijn. Want dan zie je en de vlokjes echt zitten, de stukjes. En ik vind dan net de... ja, het klinkt een beetje tegenstrijdig, want je lakt een mat af... Maar ik vind de glans van de matte flakes vind ik bijna mooier. Ja. Dan wanneer je ze glanzend aflakt. Ja, dat ben ik wel met je eens. Maar dat is ook weer per design verschillend. Maar dit is natuurlijk al een lekker knal kleurtje. En ik vind hem dan ook net weer even wat zachter worden. Wat meer lente wanneer je hem mat aflakt. Maar voor de zomer is die ook super tof. Zo, even in de lamp om uit te harden. Ja, Sydney vraagt, mag je ook de Enchanted Colors gebruiken? Ja, zeker weten mag dat. Die zijn immers ook metallic. En Cornelia zegt, ze is laat ingestroomd. Is dit metallic gel polish? Ja, zeker dit is metallic gel polish, want dat is deel van de opdracht. Je moet iets met metallic doen in de achtergrond of in het design. En dat is dus bij deze ook het geval. Dit was de You Better Pink en Kick-Ass Coral. Met dan hele mooie bloemetjes geschilderd met Cerisa Sweeties gemengd met liner gel. Maggie vindt het ook heel mooi. Die is kusjes aan het sturen, bloemetjes en kusjes. Ingeborg zegt zo fleurig, echt heel erg mooi. Heel gaaf, zegt Kelly Duister. En Eline Rousseau zegt, ja, inderdaad, natuurlijk, cat eye heb ik wel. En ik ga ook nog terugkijken, zegt Cornelia. Nou, dat is ook zeker leuk, Cornelia, want ze heeft hele leuke, makkelijke nail art laten zien tot nu toe. Of makkelijk, hedendaagse nail art, hippe nail art. Ja, tenminste, spot on clean... Strakke, leuke nail art. Dan gaan we weer terug naar jou. Ze liggen klaar voor de screenshot, dus ik zou zeggen... Nou, we gaan kijken, we gaan genieten. Ja, het is echt heel erg mooi. En hier ook weer gecombineerd met de kleuren die dus in de ombre zitten. Dit is de You Better Pink en de Kick-Ass Coral. Daar zou je ook nog de vleekjes overheen kunnen zetten. Of dat je dat nog op de pink bijvoorbeeld doet. Maar ja, zo heb je een beetje een idee wat voor design je kan maken bij een klant. Nou, daar gaan we hoor. 3, 2, 1. Screenshot! Ja, het is prachtig. Het heeft ook iets 3D's. Ja, doordat je het dus een beetje uitveet, krijg je heel mooi een beetje diepte erin inderdaad. Hou ik ook wel van. Ja, echt heel mooi. Nou, maar dan is het nu tijd voor mijn favorieten. Want ik was natuurlijk vanavond, Aletta kwam om 6:30. Dan gaan we de show doorpraten, dan gaan we voorbereiden. Ik ging naar de voorbeelden kijken en ik vind deze echt heel erg mooi. Een beetje een... Ik ga er niet veel over zeggen. Maar de laatste demo alweer van vanavond is alweer 9:50. Dus ik denk dat wij wel toe zijn aan de klap op de vuurpijl. En Karin zegt, oh jeetje... Karin Kramer is natuurlijk een van de winnaressen van vanavond. Pff, ik zit aan de telefoon met een line dance kennis waarvan haar zusje is overleden. Zie ik ook mijn 3D-roosjes voorbij komen. Morgen toch even alles op mijn gemak terugkijken. Ja, Karin, gefeliciteerd, want jij bent een van de winnaressen. Ondanks dat dit natuurlijk misschien een wat wonderlijk moment is om dat daar blij over te zijn. Neem jij de tipbox weer mee naar het event? Dat was zo inspirerend, vraagt Magnifique. Jazeker, die staat weer op mijn tafel dan hoor. Zeker, die ga ik meenemen. En Jant die zegt, mijn man moet altijd lachen als je screenshot, zegt Pepijn. Het hoort zo grappig, zegt hij. Ja, ik neem een kleine momentjes, moet ik dan maar denken. Hè? Ieder momentje is een leuk momentje. En Bianca zegt, misschien toch wat tijd inplannen om te kijken of dit lukt. Want ik vind het toch wel heel erg mooi. En het is goed te doen, hè. Gewoon goed opletten op hoeveel product je opneemt. En dan kun je aan de slag gaan. En Jessica Padberg heeft al contact met Neil Linda over haar huiswerk. Maar we gaan weer terug naar jou. Yes, ik ben inmiddels mijn paletje even aan het voorbereiden. Want ik ga nu nogmaals een bloemetje maken.
Maar dit is wel denk ik de meest uitgebreide van de vier designs. En dit is geïnspireerd op een design die ik een keer langs heb zien komen bij Henriette. Sorry als ik de naam een beetje slecht uitspreek. En zij maakte toen een heel mooi design met een vlindertje. En die vleugels, nou, ik ga het gewoon laten zien, want het is ook een beetje lastig uitleggen. Maar daar gebruikten ze meerdere kleurtjes voor. En dat ga ik nu dus ook doen. Maar eerst ga ik even een soort schetsje maken van mijn bloem. En daar gebruik ik Majeska's Choice voor. En ook weer nogmaals de mix van de Liner Gel White en de Cerise Sweeties. Sylvia Hardies vraagt, moeten het bloemen zijn voor het huiswerk? Nou, niet per se, maar het zijn wel, moeten wel drie lente designs zijn. Dus ja, als je iets anders kunt bedenken wat typisch lente is, ja, dan kan dat natuurlijk ook. We gaan nu wel even kijken hoe ze nou die schets maakt, want daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, ik wil hier een blad. En dit is het voornamelijkste, het grootste blad. De andere twee vallen een beetje van de nagel af, maar dat is helemaal prima. Eigenlijk een beetje een overdreven druppel maak je dan. Nou, een vrij groot blad. Ja. Nou, nog eentje ernaast. Die valt dus van de nagel af. Sylvia zegt, dat kunnen dan dus vlinders zijn. Ja, dat kunnen vlinders zijn. Dat kunnen ook, ja, wat zou het nog meer kunnen zijn? Nee, dat is een beetje gek. leuke, ja, een leuk kuikentje. Dat is natuurlijk ook hartstikke leuk voor de lente. Zijn de sweeties ook eventueel toegestaan in plaats van liner gel, wordt gevraagd? Ja, natuurlijk, dat is ook oké. En wat is eigenlijk de beste mengverhouding van de liner gel en Cerise sweeties, vraagt Wendy Roxanne. Heb je daar een bepaalde richtlijn voor jouzelf, Aletta? Ik gebruik altijd mijn spatula. Deze. Ja. En daar pak ik altijd eerst mijn liner gel mee op. En dan krijg je natuurlijk een soort, ik weet niet of ik dat op topje kan laten zien, maar dan zit je puntje altijd een beetje, is dan bedekt met de liner gel. En dat hou ik dan altijd een beetje als richtlijn, hoe ver ik hem dus in het potje van de Cerise Sweeties dip. Dus dat is, ik denk een beetje 50-50. Maar als je dan merkt van, nou, ik heb die mixratio gemaakt, ik vind hem nog iets te veel te vloeibaar, pak een beetje liner gel erbij. Als je vindt van, ik vind hem nog iets te stug, nog een druppeltje van een Cerise erbij. Dus ga een beetje daarmee spelen. Maar ik hou dus altijd een beetje die spatula als mijn richtlijn. En Susanne Smits vraagt, die lila kleur op je wijsvinger, is dat uit de nieuwe collectie of is het een nieuwe blushkleur? Nee, het is uit de nieuwe collectie, hè? En dat is de... Selfie Time. Selfie Time. Klopt dat? Heb ik de naam? Dat is Selfie Time, ja. Nou, inmiddels heb ik even de witte lijnen vastgezet in de lamp. En nu ga ik met mijn detailer 1 nogmaals kleurtjes pakken. En ik zie dat ik de verkeerde op mijn paletje heb, dus ik moet even snel een andere erbij pakken. Cornelia vraagt, heb je de link naar de metallic gel polish? Kan hem niet vinden. En welke metallic gel polish bedoel je dan, Cornelia? Want ik kan niet alle gel polishes linken die metallic zijn. Dus welke kleur bedoel je dan? Die kleuren van het vorige design? Of laat even weten. Ik kan anders morgen ook wel even meerdere fotootjes van de eindresultaten op de pagina zetten. En dan even met alle naampjes en producten. Of de metallic lakjes. Oh, dat zou heel fijn zijn. Aletta gaat dus een post maken, maar dat doet ze wel pas morgen op zijn vroegst. Ja. En, maar die ze net gebruikt heeft. Je bedoelt in het vorige design, Cornelia? Want dat zijn dezelfde als die je nu gebruikt, hè? Ja, dat waren... Of nu heb ik eerst de... moet ik het wel goed zeggen? Kick-Ass Coral en de You Better Pink. Ja, nou, die twee kan ik wel even opzoeken. En die gebruik ik inderdaad nu ook. En dan ga ik er nog eentje aan toevoegen. En dat is de Lady in Red. Een hele mooie, prachtige... Nou ja, zoals de naam al zegt, rode kleur. En daarmee schilder ik het blaadje in. En wanneer dat gedaan is, wissel ik weer van penseel. Ik leg mijn detailer 1 weg. En ik pak mijn Jessica's Choice erbij.
Die is schoon. Er zit geen product op, helemaal niks. Even natuurlijk zorgen dat er niks op zit. Ik kan het wel leuk zeggen, maar dan zit er ineens wit op. En daarmee ga ik door de natte gel lijnen trekken. Ja. Dus ik begin bij de Kick-Ass Coral en ik trek hem in één keer door. Maak hem even schoon. En dat herhaal ik meerdere keren. Oh. Dan krijg je een beetje een, hoe zou je dat noemen? Een soort tie-dye effect. Ja. En zo. Nou zit hij ietsje over het wit heen, dus dat wil ik even corrigeren. Daarvoor gebruik ik mijn detailer 1 eventjes. Wel even goed schoonmaken. Dat er dus ook niet daar nog kleur in zit. En dat veeg ik er gewoon even zo langs. Dan zet ik hem even vast in de lamp. Dit doe ik wel 30 seconden. Omdat het dus aardig wat product is wat er zit. 10 seconden, dan heb je kans dat hij een beetje gaat ribbelen uiteindelijk. Nou, ik heb zojuist de twee linkjes van de Kick-Ass Coral en de You Better Pink Gel Polish in de comments gezet, speciaal voor Cornelia. Cornelia, mocht je die nou willen hebben, omdat je ze zo mooi vindt, dan kun je nog tot vanavond 12 uur deze kleuren bestellen met 20% korting. Ik zeg het er toch nog maar even bij, maar het zijn echt hele mooie kleuren. 30 seconden duurt lang als je aan het wachten bent. Nee. Maar we zitten al naar jou te kijken. Hallo. Ik was weer even bezig met mijn metallic gel potje, want die ga ik zo weer gebruiken. En ik heb nog steeds dat bescherm papiertje erop zitten, dus die moet ik elke keer er afhalen. Maar inmiddels is die weer zover. Nou ja, dit heb ik dus bij het eerste blad gedaan en dat ga ik bij de andere ook doen. Dus ik begin weer met de Kick-Ass Coral. Daarna pak ik de You Better Pink. En als laatste de Lady in Red. En als die staan, leg ik mijn detail 1 weer weg. En pak ik mijn Jessica's Choice penseel weer. Die matcht wel mooi bij het kleurtje trouwens op de nagels. Ja. Zie ik nou ineens op de... Dat is leuk. En elke keer als ik hem doorheen heb gehaald, maak ik hem even lichtjes schoon aan een droge nail wipe. Nou, we willen echt dat streepje zien. Ja. Ja, en ook niet te veel gaan doen, want dan ga je ze weer te veel door elkaar heen blenden. En dat wil ik nu juist niet. Dus ik zet hem ook weer even vast. 30 seconden. En dan doe ik het nogmaals bij het derde blad. Of nou, het halve blad, want hij valt er natuurlijk een beetje af. En dan is nogmaals 30 seconden weer een hele tijd om te wachten. Ja, en ik ben ook helemaal bij met de comments. Okay. Dus ja, ik kan je ook niet eventjes... maar Jessica zegt wel, it's wederom a good choice, natuurlijk. Jessica's altijd. Choice penseel, hè. Dat is wel grappig. Ja. Ja. Ze heeft er niet voor niks uitgekozen, hè. Dus dat, hij is weer uit de lamp. En dit gaan we dus nogmaals doen. Zal ik nog een keer de kleuren noemen, dat als iemand het nu nog niet weet. Dit is de Kick-Ass Coral. De You Better Pink. En Maggie zegt terecht, als je ze op de site ziet, zijn ze precies donkerder, de kleuren. Ja, Maggie, dat klopt. Het kleuren weergeven online is een van de moeilijkste dingen die er zijn. En dus dat is waar. Alleen de kleuren die ik dus net heb genoemd, dat zijn ook echt de kleuren die nu worden gebruikt door Aletta. En het is inderdaad lastig om die perfecte kleurweergave te krijgen. En het is op iedere telefoon anders. Dan kun je ook nog eens het licht van je beeldscherm natuurlijk feller zetten of minder fel. Dat beïnvloedt het ook heel erg. De ene computer is weer anders dan de andere computer. Een blauw filter aan, ja, nee. Er zijn echt zoveel verschillende dingen die meespelen. Maar ook printed kleuren. Dus bijvoorbeeld een kleur weergave in een magazine, bijvoorbeeld, is ook ontzettend lastig om die perfect matchen te krijgen. We doen ons uiterste best, maar het lukt niet altijd. Dus dan kun je het beste even naar de winkel gaan. Ja, en dan zie je ze in het echt. Of net als ik zijn en ze gewoon allemaal hebben. Dan zit je altijd goed. Ja. Nou ja, daar is het evenement natuurlijk ook straks hartstikke handig voor. Om de kleurtjes even echt te zien. Dus Iris reageert met
ook echt heel leuk, maar hij wordt nog echt heel veel leuker. Want ze gaat straks nog iets heel grappigs en iets leuks doen. Echt heel leuk. Echt, heb ik al gezegd dat ik het leuk vind? Ik vind het heel leuk namelijk. Volgens mij vindt Pepijn hem leuk. Zou je ook niet zeggen? Nou, hij zit weer even een eeuwigheid in lam, want het is 30 seconden. Je weet hoe het gaat. En hierna, ik heb natuurlijk net de schetjes met de witte lijnen gezet. Die ga ik nu nog een beetje her en der alsof het blaadje een beetje omvouwt. En dat kun je heel gemakkelijk doen door een heel klein extra lijntje te zetten. Of heel klein, een lijntje erbij te zetten. Want nu is het in principe een open blad. Mm-hmm. Maar door, even zien, een ja, heuveltje, laten we het zo zeggen. Dus hier wat meer en dan weer... heeft hij ineens het effect alsof hij dichtvouwt. Magda vindt het ook prachtig. Ze zegt, it's beautiful, Aletta. Yes, I agree, Magda. And it's going to be amazing, because she's going to detail it further. Ja, adding glitter. Voornamelijk bling bling. Nou, deze kan ik dat ook nog doen. Zeg maar een minimaal lijntje, maar je krijgt gelijk een ander effect op het blad. En als je dat leuk vindt om te doen, voeg het toe. Als je het denkt van, nou, ik vind hem zonder ook leuk, laat het lekker weg. Maar en Chiara zegt, ik heb in mijn laatste e-workshop een step-by-step, ik denk, vergeten te maken. Is het erg? Nou ja, ik denk dat Jessica daar wel doorheen kan kijken. Maar het hoort eigenlijk wel bij de regels, hè, het maken van een step-by-step foto. Dat is omdat het in het verleden een paar keer is gebeurd dat mensen andermans werk hebben ingeleverd. En daar kwamen we toen pas na de show achter. En dat was, ja, daarom hebben we dat als extra regeltje erbij gedaan. Maar je zou natuurlijk even Jessica kunnen benaderen om te kunnen zeggen, om tegen haar te zeggen van, luister, help, ik ben het vergeten, kunnen we het oplossen? Jessica, kun je altijd contacten via Facebook Messenger. Ja, en zie het bijvoorbeeld ook als extra geheugensteuntje van als je een nail art hebt gemaakt en je hebt dus die stappen. Ze zijn nu voor het certificaat, maar je kunt ze ook voor jezelf gebruiken als je een keertje nog weer denkt van, oh, hoe heb ik dat toen ook weer gedaan? Fotootjes heb je waarschijnlijk nog steeds in je telefoon staan, dus kijk terug en dan is van, oh ja, eerst dat, dan dat, dan dat. En dan maak je hem zo weer na. Ik heb altijd bij, nou ja, meerdere workshops die ik bij Jessica heb gevolgd en ook bij anderen, ik maakte constant fotootjes van wat ze deed. En dan maakte ik daar een collage ook van en dan nu heb ik dat... ook een album op mijn telefoon. Ik kan allemaal terugkijken. Ideaal. Nou, hij is even weer vastgezet in de lamp. En nu ga ik met de nogmaals met de Rosé Gold van de Metallic Gels. Ga ik lijntjes maken. Eigenlijk een beetje highlighten. Dat is wel een heel klein beetje. Chiara, jij zegt dat je maar één step hebt en dan eindresultaat. Je bent bang dat het te weinig is. Neem gewoon even contact op met Jessica en dan kunnen jullie samen met elkaar bespreken. En Gemma zegt, nee hoor, de step-by-step verwijder ik gelijk. Na inlevering scheelt overvolle telefoons met foto's. Ja, dat is ook wel weer waar. Dat is ook zo, ja. Nou, dan zou ik zeggen, zet ze op je computer en gooi ze dan weg van je telefoon. Dan heb je ze toch nog altijd ergens... Maar ja, je mailt ze dan ook, toch? Of gaat het via een mail? Ja, hè? Je upload het via de link. Oh ja. En dan gaat het verder via de mail. Nou ja, ik wou zeggen, want dan zou het... Nou, Ben, die kunt ze ook eventjes live. Die zegt, hey meiden, hoe gaat het? Het gaat beter. Maar doe nog lekker rustig aan. Voorlopig kom ik nog even niet terug. Lief dat jullie om mij vragen. Uiteindelijk is het ook het fijnst als Wendy dat natuurlijk zelf kan zeggen. En in de klauwen waren, zegt Anja van SW over die foto's. En Jessica zegt tegen Chiara, ik heb niks van jou ontvangen. Zou je me even kunnen benaderen via Messenger? Ja, nou, dat regelt zichzelf weer helemaal. En I love those little metallic lines. Ja, het voegt toch nog weer even wat toe, hè? Ja. Nou, dat had ik dus gisteren ook weer. Ik heb gisteren dus de vintage stamping les mogen geven in Kaatsheuvel. Mm-hmm. En toen had ik ook de metallic gels bij me. Maar toen ik de nageltjes had gemaakt, had ik die gel nog niet. Toen was die nog niet uit. En toen zat ik gisteren dus een design te maken. En dacht ik ineens van, oh, maar is het misschien wel leuk om daar nog een beetje... en daar nog een beetje en daar. En ineens heb je weer een heel leuk... Ik heb ze volgens mij ook nog liggen. Dus ik kan ze misschien even laten zien, want hij zit toch even in de lamp. Ja. Even zien. Waar is die? Waar is die? Waar is die? Waar is die?
Dit zijn de tipjes die ik gisteren heb gemaakt. En je ziet, bijvoorbeeld bij deze heb ik net een beetje hier wat, dat is de bronzen. Oh, sorry, dat was mijn microfoontje. En hier heb ik wat, dat is net zo'n poëzie. Ja, mooi. Heel mooi. Dan. Nou ja, en hier nog de bloemetjes. Maar ja, dat is natuurlijk ook super tof om her en der een beetje accentjes te maken. Dus ik ben heel blij met de metallic gels. Ik ook. Kijk. Nou, ik ga de nagel aflakken, maar hij is nog niet klaar. Want we gaan nog stintjes plaatsen. Maar dan moet eerst even de nagel afgelakt worden. En dat doe ik met een glanslak. En dan blenden die kleuren ook, die ik dus net in die bloemblaadjes heb gezet, blenden mooi samen. Dan krijg je dus een heel mooi effect. Mooi, ja. Ja, trek het helemaal glad. Ja. En wat wel grappig is, is dat Iris Modehoek zegt, ik heb vanmiddag ook toevallig op deze manier leuke bloemen gemaakt. Maar helaas geen step-by-step gedaan, anders meteen in kunnen sturen. Ja, dat is pech dan. Ja, grappig. Debbie zegt, ik heb ook alle vier de metallic gels. En Robin zegt, het ziet er prachtig uit met de metallic glans van de bloembladeren. En wat zijn jullie twee samen weer mooi aan het presenteren? Ja, waren wel alle twee, hebben we een behoorlijk enerverend weekend achter de rug. Want het was natuurlijk superleuk, hè, het kortingsweekend. Ik was natuurlijk in de winkel, heeft iedereen gesproken en gezien. En Alette was gisteren aan het lesgeven in Kaatsheuvel. Dat is best wel een eindje. Dus we hebben toch een hele leuke avond zo met elkaar. Strasjes, eindelijk strasjes, zegt Maggie. Ja, strasjes, love strasjes. En Syriza wenst Lisette beterschap, want die heeft klaarblijkelijk corona. Nou, heel veel beterschap inderdaad. En Lidi zegt, hoehoe, ik ben pro-steentjes. Ja, volgens mij zijn we allemaal pro-steentjes. Want uiteindelijk, shine like the star you are. Hè? Onthoud dat. Zeg dat tegen jezelf, 's ochtends vroeg. I'm going to shine like the star I am. Ik zal een keer vertellen waar dat vandaan komt. Want het is wel een leuk verhaal, maar dat ga ik ooit een keertje vertellen. Cerise zegt, was heel erg leuk, mijn eerste kortingsweekend bij Magnetic. Ja, heel anders, hè, Cerise, maar wel ontzettend gezellig. En lekker kunnen kletsen met iedereen. Mooi, je hebt hele mooie foto's gemaakt. Super bedankt daarvoor. Foto's maken is niet een van mijn talenten namelijk. Maar ik kan wel het waarderen als iemand een hele mooie foto maakt. Dus, we gaan verder. Wat gaan we doen nu? Ja, ik heb de nagel of de bezemtop even uitgehard en de plaklaag verwijderd. En nou heb ik hier de gemstone gel staan. En dat ga ik aanbrengen op de nagel waar ik het steentje wil hebben. Het is echt heel simpel, maar echt heel leuk, hè? Ja, tof, hè? Ja, en dit kun je dus ook... Ik heb nu 3 metallic kleuren gebruikt. Maar ja, gebruik andere... Of metallic kleuren of andere kleuren überhaupt. Nu de nieuwe fashion collectie. Fashionista collectie is dan natuurlijk ook heel tof daarvoor. Oké. Ik heb even mijn rhinestone... Picker, upper, of hoe die heet. Die naam vergeet ik ook altijd. En ik druk een steentje in het midden. Mieke van Hoeje zegt, een leven zonder glitters en strasjes is mogelijk, maar zinloos. Ja, grappig. En zo. Ja, glitter maakt altijd alles wel beter, toch? Ja, maar bouillons helemaal. Dus daar ga ik ook. Ik maak mijn penseel een beetje vochtig met wat bezemtop. Jan die vraagt of je ook met rubberbees het steentje kunt vastleggen. Ja, dat kan, hè? Ja hoor. Ik vind zelf de gemstone gel heel prettig, omdat hij dus wat dikker is. Dus je drukt hem er echt heel mooi in. En zoals nu ook, de gel eromheen kan ik dus mooi vullen met de bouillons. En je kunt zeggen, zoals ik hem nu een beetje heb, ik leg het er perfect omheen. Zo, mooi rondje eromheen. Maar ik vind het ook wel leuk. Dan heb ik iets meer gemstone gel nodig om het een beetje speels deze kant op te laten gaan, die kant op te laten gaan. Je kunt ook eerst, dat is volgens mij Sylvana die dat toen heeft laten zien, eerst de bouillons een beetje mengen in Supreme Finish. En dan oppakken. Dan heb je ze ook eigenlijk gelijk ingesloten wanneer je ze op de nagel hebt zitten. Oh, een beetje daar, een beetje daar. Lekker speels. Ik ben altijd te perfect hiermee. Ik wil ze altijd perfect precies allemaal hebben liggen. Dus ik denk dat ik het hier maar bij moet laten, zo. Leuk. Dus die gaat weer even in de lamp.
Wat ik dan ook altijd doe nog bij een klant is dus met de Supreme en de Jessica's Choice even langs de randjes van de bouillons en het steentje. En dan weet ik gewoon zeker dat die goed ingesloten zit. Ja, ik zag dat Gemma zegt dat zij ook wel de rubber base gebruikt op het moment als zij... dat dacht ik dat ik dat zag. Oh ja, dat zie ik inderdaad. Jazeker, zij gebruikt ook de rubber base als ze niks anders bij de hand heeft. Ja, en voor een showtip is het natuurlijk weer minder belangrijk dan voor bij nagels bij jouw klant. Want op een klant moet je echt zorgen dat het vast zit als een huis. Op een showtip kan je natuurlijk ieder willekeurig product gebruiken, want dat stoot niet ergens tegenaan, normaal gesproken. Dus ik legde ze altijd vast met acryl, de bouillons. Want dan nam ik een heel klein bolletje acryl, ging ik zo met de bouillons en dan zat het helemaal rotsvast. Dus er zijn nog heel veel verschillende manieren om dat te doen. Maar let erop dat je niet een te dunne gel gebruikt. Want dan, ja, als dit soort steentjes, dan heb je kans dat je hier een paar randjes overhoudt waar niet gel zit. Waar je dus dan mogelijkerwijs achter blijft hangen met je haar of met een draadje. Waardoor die steentjes er weer makkelijker van afvloepen. Want dat is natuurlijk wel altijd het nadeel van steentjes. Als ze er vanaf gaan, gaan die klanten bellen en zeggen, ik wil nieuwe steentjes. Ja, help, ze zijn er af. Ja, wat heb je gedaan dan? Ja, ik heb mijn huis verbouwd. Oh. Ja, nee, ze vielen er zomaar af. Nou, ik heb even heel snel wat Supreme overal langs aangebracht. En ik druppel vaak ook even een beetje, zoals hier heb ik een paar bouillons bij elkaar, druppel ik erbovenop. Niet te veel, want dan verlies je natuurlijk de vorm van een bouillon, maar dat het er een beetje langs loopt. Terwijl jij deze helemaal afmaakt, ga ik nog even snel vertellen wat het huiswerk is, voordat ik deze vraag van Lidie nog beantwoord. Wat mij de laatste tijd vaak gebeurt, is dat ik klanten terugkrijg zonder de steentjes. De basis zit dan nog vast, maar het glasgedeelte is er dan vanaf. Hebben jullie een idee waar dit dan ligt? Ik heb dit alleen met de steentjes uit het wiel. Nou, je moet eigenlijk zorgen dat die gel die je gebruikt aan de zijkanten over dat steentje heen zit, als het ware. Dus daarmee pakt hij dat steentje vast. Als je alleen maar aan de bodem dat doet en je stoot, dan kan het glas ervan afschieten, het kristal. Maar als je hem net wat hoger inpakt, dan heb je daar geen last meer van. Of bouillons gebruiken om hem te verzegelen natuurlijk. En dan krijg je een soort zetting. Nou, in ieder geval het huiswerk dit keer is, maak 3 lentedesigns. Dat mogen 3 losse tips zijn. Het enige voorwaarde is dat het lentedesign zijn en dat er metallic in zit. En dat metallic kan in de ondergrond of in de detaillering van je design zitten. En dat kan dan van alles zijn, hè? Metallic gemengd chroom met gel, cat eye of een metallic gel polish. Daar kun je helemaal zelf los in gaan. Je hebt 2 weken de tijd tot 4 april om dat in te sturen. En dat doe je dan natuurlijk via het album Metallic en Effecten. En Jessica neemt contact met je op als je een herkansing nodig hebt. En vergeet ook niet 1 à 2 step-by-step foto's in te sturen. En dan kun je deze hele mooie prijs winnen. Het is namelijk 2 gel polishes en dat zijn, ik moet even mijn notities erbij pakken. You Better Pink en Purple Rain, hele mooie metallics. Je krijgt een metallic silver gel. Je krijgt het detailer nummer 1 penseel. De True Color Top Gel, omdat die zo mooi de kleuren echt houdt. En natuurlijk bouillons. Dus dat is een hele mooie prijs. En ik ga denk ik nu weer eventjes terug naar jou, Alette, voor het eindresultaat, denk ik. Ja, ik heb ze alweer liggen. Dus kijk maar snel mee. En hier heb ik ook weer... En de ondergrondkleur van het hele nail artje, dus dat is de, volgens mij heb ik dat net niet eens gezegd, de ondergrond is Bathing in the Sun. Heel mooi. En dan dus, dit is ook weer de You Better Pink kleur, die komt dus ook weer terug in het bloemetje. Maar je kunt dus ook de Kick-Ass Coral of juist de Lady in Red ernaast doen, want het komt allemaal terug in de bloem. Echt dus, super vet. We gaan even, en we gaan. 3, 2, 1, screenshot! Nou, echt supermooi. Ik vond die echt prachtig toen je vanavond binnenkwam. En ik blijf het zo intrigerend vinden. Dan heb je 1 nagel en dan zet je er 2 nageltjes naast en je hebt meteen een prachtig setje. Gewoon meteen helemaal mooi. Wil jij een beeld van alle 4 de eindresultaten bij elkaar? Past dat het wel? Het past net. Zal ik hem ietsjes uitzoomen? Misschien ietsje uitzoomen. Dan ja, is ik het ga een... ietsjes uitzoomen. Moet ik even naar mijn app gaan? Leuke samenvatting van de avond, denk ik even zo. Even kijken, connect. En dan moet ik eventjes deze kiezen en dan doe ik... En ik ga weer de verkeerde kant op. Het is toch ongelooflijk, hè? Jullie zullen thuis wel denken, leert hij het nou nooit? Ik wil net een zwart rastertje eromheen. Zo. Kijk, top. Daar gaan we dan. 3, 2, 1. Screenshot. Nou, en ik zou dus morgen even van elke set even een lijstje maken met de metallic-lakjes die ik gebruikt heb. En ik zou ook gewoon die erbij zetten, de Cherry en de Bathing in the Sun. Dat je het mooi makkelijk op kan zoeken in de webshop. Heel erg mooi. Super mooi. Super bedankt, Aletta, voor weer een avondje Nailspiration.
Ja, en we zijn niet in slaap gevallen, dus dat is heel positief. Ja, heel graag gedaan. Ik vond het ook weer heel leuk om te doen. En ik hoop dat ik jullie weer ideeën heb kunnen geven. En ik ben heel benieuwd naar jullie huiswerk. Ik heb het al een paar keer gezegd, het is nog tot 12 uur vanavond kortingsweekend. Dus tot 12 uur vanavond kun jij nog shoppen met 20% korting op het vertrouwde assortiment, 10% korting op Elektra. Ben je iets vergeten of ben je het überhaupt vergeten, dan heb je dus nog een paar uur, nog 2 uur en een kwartier de tijd om online te shoppen. Dat kan bij ons, maar dat kan natuurlijk ook bij een van onze distributeurs in de webshop. Heel erg bedankt voor het kijken. Volgende week is het dus de beurt aan Celina met Cuteness Overload, oftewel Hello Spring. Aanstaande woensdag gaat het in Nail Talk Live over hechtingsproblematiek. Hoe kan het nou dat hechting überhaupt lastig is om te krijgen? En wat gebeurt er? Wat zijn de oorzaken van hechtingsproblemen? Syriza neemt ons mee, laat zien wat de oorzaken zijn. Kleine foutjes die we soms maken en hoe je dat oplost. Wordt beloofd dus ook weer een ontzettend interessante show te worden. En aanstaande vrijdag is er natuurlijk ook weer een Nail Talk Live International. Trouwens, we zijn ook weer begonnen met het Duitse en het Franse seizoen op de dinsdagavonden. Dus je kunt op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag kijken naar Nail Talk Live. Alleen op de dinsdag moet je dan wel kiezen, wordt het Deutsch of het Français? En ik spreek het geen van beide. Voor nu was dit het van mij. Als afsluiter vanavond nog één keer een terugblik op het event van 23 en 24 april, het volgende Nail Talk Live event. Ik ben er, Aletta is er en ook Gil, die nu achter de schermen klaar staat om het filmpje in te starten. Van harte dank. Hele fijne avond, slaap lekker en tot snel!